Hey jongens, zo, ik zal eventjes mijn Discord uitzetten. Het begint ineens keihard te regenen hier, joh. Echt bizar. Dus ik hoop niet dat jullie daar al te veel last van hebben. Ik ga ervan uit dat dat wel redelijk wordt weggefilterd, maar zo niet. Het regent, ik zit onder een schuin dak. Het spijt me jongens, ik kan er niks aan doen. Superleuk dat jullie er allemaal weer zijn. We zijn, ik heb hem net openstaan. We waren nog heel eventjes bezig, want er waren nog een paar mensen die moesten nog even eten. En er waren nog een paar mensen die moesten het nog installeren. Maar dat geeft niet, het is allemaal gelukt. Dus als het goed is, gaat Maris nu ook live. Thomas komt er zo aan. En we gaan vandaag weer de Sheriff mod doen. En met Crewlink. Dus ik ben benieuwd of het allemaal net zo goed gaat als vorige keer. Of dat het weer mega chaos wordt. Maar ja, dan moeten jullie maar hier blijven en niet naar Maris gaan. Oh. Jongens, ja, Maris is ook live. Nou, echt goed. Ze zei ook al dat ze ook live ging. Ik zal ondertussen ook even in de gaten houden of we al een code hebben. Volgens mij wel. Oeh, dan moeten we even testen of alles werkt. Lijkt er niet op. Oké. Okay. Oei, oei, oei. Oh! Hey, ik hoor jullie. Oké, ik zal nu even zorgen dat de rest je ook hoort. Oké, wacht. Hey. Ja, ik hoor je. Zo. Is het weg? Je hebt hem gerund als administrator. Goed zo. Nou, wie doen er mee? Dat zijn de standaardgroep eigenlijk. Rob, Roel, Dionne, Meli, Boekie, of Jesse, Kitta en Krejcik. Hallo? Hey? Hallo? Wat hoorde ik nou? Ik zag iets op Instagram. Hallo. Oh, jullie horen niemand. Oh, wacht. Even kijken. Goed dat je het zegt, jongens. Even kijken hoor, jongens. Heb ik nou... Hallo?
Ik zie trouwens dat Dylan ja. al bij ons in de Discord zit. Maar hij hoort ons niet, want wij zitten op Crewlink. We zitten op... we missen Dylan. Hugo. Oh, we missen Hugo. Hugo is er nog niet. Oh ja. Ik ga mijn eigen kleur pakken. Ah, oh, Rick, heb je daar allemaal halve afspraak zitten maken? Daar zit Dylan ook te wachten. Daar zit hij er niet bij. Hé, hij is er wel. Ja, Dylan Dagens die wilde vanavond heel graag meedoen, maar hij reageerde niet meer. Dus dachten we, nou, dan niet. Maar hij doet hem misschien toch wel mee. Ja, we wachten nog heel veel af. Als het goed is, horen jullie wel ook nu de mensen hier. Het zal een beetje om je heen zijn. De vorige keer las ik dat wat meer in de chat, van waarom hoor ik iedereen de hele tijd een beetje om me heen praten. Nou, dat komt dus omdat je inbox... Even kijken, jongens. Ik hebt waar je al. Hebben jullie... Dus die voice server aangepast? Nee, toch? Nee, ik niet. Ik zal intussen heel veel Rick helpen. Ja. Nee, de voice server is gewoon hetzelfde. Welkom New York City 2007. Welkom bij de stream. Even kijken. Ik zie Dionne inderdaad met een kruisje. Dionne, kun je eens proberen als je Crewlink even dat schermpje aanklikt? En je drukt even Ctrl-R. Horen jullie alles? Ook mensen hier? Kijk, nu gaat hij op... Hallo? Oh, Oké. Ja, volgens mij doet hij toch? Ik hoor je, Dionne. Volgens mij hoor ik. Maar ja, mij horen ze niet. Yay! Oh, ik dacht wel, waar is iedereen? Ja! Ja, gezellig! Wee! Zo, even... Hey, nu hebben we elkaar dubbel. En ik heb net ook een hele uitleg gekregen over de Sheriff mod. Ik snap nu eindelijk wat het inhoudt. Oh, je wist nog niet eens wat de game inhield? Ik wist niet eens wat het was. Oh, ja, het valt mee, hè? Je weet nu hoe het moet? Ik weet ongeveer hoe het moet. Oké. Nou, ik weet dat als je de Sheriff bent, dat je dus ook de imposters kunt killen. Hey Hugo. Ja, je moet eigenlijk de imposters killen. Heb jij de laatste keer meegedaan? Met Crewlink? Nee. Dus dan heb je waarschijnlijk nog de oude versie, of niet? Ik heb nu V2.0.1. Oké, dat is wel goed. Maar is dat er maar gewoon... Je bent alleen gewoon menu. Wel een crewmate, zeg maar. Je hebt ook gewoon alleen taken menu. Als sheriff zijn. Heb je wel de game al opgestart? Maar je kan de iedereen killen. Maar als je start, dan start je zelf als sheriff. Yes. En als je... Oké, en dan zit je ook in de game? Als sheriff zijn, dan gaat het inpassen. Zeg maar, hoe bedoel je in de game? In de lobby, ja? Kijk, dat is ook mega verwarrend. Dat moet ik even doen. Ja, dus dat kan dus ook zomaar zijn. Oké, dan zien we je in ieder geval erbij komen. Dat de sheriff al meteen eruit is, omdat... Ik hoor iedereen door elkaar heen. Oh, echt? Ja, en ik hoor ook alles echoën. Ja. Wie heeft... Ik hoor geen echo. Ik hoor geen echo, dus misschien even Ctrl-R. Wie? Ik hoor wel nog een echo. Ik heb geen echo. Echo. Maar is misschien omdat je geen echo hoort, is dat omdat je de echo veroorzaakt. Nee. Ik ben niet de echo. Nee, ik hoor geen echo meer. Ik weet niet hoor. Zullen we maar in zo'n wifi-puntje posten? Ja, ik zie je er nu wel bij. Ik ga eens naar dat, hoe heet het? Die eigenschappen, dat dingetje linksbovenin. Yes. En dan zie je Change Voice Server onderin staan. Yes. En wat staat er dan als voice server? Ik heb altijd geluid op mijn koptelefoon, dus dat kan ook helemaal niet. HTTP, gewoon Crewlink Rick Games. Ja, oké, doe even reset to default. Live, hè? Dan heb je dat wel eens. Even geduld. Yes. Alweer. En dan staat er crew.ink, toch? Nee, Dylan die kan er niet meer bij. En dan doe je confirm. Ik weet niet of hij al die mods al heeft geïnstalleerd. En dan even terug. Spontane join sessie. Even kijken hoor. Ja, dan. Dan even Ctrl-R en dan zou die moeten gaan verbinden. Wacht, ik ren met je mee, dan kan ik... Mijn geluid hapert weer. Ik wil verstand. Oh nee, het is niet weer zover. Voor een Twitch filmpje moet je eigenlijk bij een andere streamer kijken. En heb je al Ctrl-R gedaan? Heb je dan nog steeds echo? 30 minuten bedoel ik. Nee, maar ik moet eventjes mijn... ik heb geen echo. Ik haper in mijn stream, dus ik moet even mijn stream opnieuw opstarten. Oh nee, oké, dan wacht ik even op jou. Hoe mute ik mezelf hierin? Niet. Dat is het hele idee. Nou, wat je kan doen is net als Roel gewoon in een hoekje gaan staan. Oké. Jongens, in de chat. Ik weet dat ik haper, ik moet mijn Discord even opnieuw... Ik moet eventjes mijn Discord opnieuw opstarten, dus ik zal er eventjes 2 seconden niet zijn. Maar blijf alsjeblieft even hier. Ik ga nergens heen. Ik blijf alleen... Ja, ik bedoel mijn chat. Het zou zonde zijn als jullie dit missen en als ik jullie mis. Dus,
Nou, als ik hier sta... Be right back. Ga nergens heen. Ja, sorry jongens, ik moet het echt doen. Als raken we iedereen kwijt. Oh! Oh! Ook nog. Oh, maakt niet uit. Oh. Huppa, kan er ook nog wel bij. Tot zo. Tot zo. We wachten. Laat maar weten als ik kan joinen. Ik ben toch nog aan het eten. Oh, lekker man. Oh, dit is Dylan Hogans. Heb je wel al... De rest... Dylan Hogans. Dylan Hogerson. Die hebben we nog nooit gehoord. Nee, echt niet. Hogans. Nee. Dylan Hogans. Nou, vanaf nu. Nou, ik ben er weer. Heb je wel die mods al geïnstalleerd, Dylan? Of... Nou, Crewlink heb ik sowieso al. Welke versie? 2.0.1. Ja, oké, dat is top. En die Sheriff mod? Welke is dat? Heb je die uitgestuurd? Ja, maar staat die boven in het Sheriff mod kanaal. Oh ja, dan moet je weer naar Pornhub. Ja, sorry man. Had ik die er nog in staan? Nee, nu niet meer. Wat gebeurt hier allemaal? Oh. Ja, wat moet ik dan doen? Nou, met de mod, met de kapje even. Oh, dat is al veel te veel tekst. Nee, maar ik heb ook een video gemaakt, maar het is echt heel simpel. Je moet eventjes een kopie maken van je Among Us directory, zodat je gewoon alle bestanden hebt van Among Us. En dan download je even die zip die erboven staat. En dan... Zip heb ik. Oké, dan pak je die even uit in de map die je hebt gekopieerd. En dat is het, meer niet. Dus dan heb je gewoon een extra mapje met Among Us. Dan heb je niet, zeg maar, dat verschillende mods door elkaar gaan en zo. Maar okay. Ik ga ervan uit dat je dat gewoon kan. Maar anders dan kan je mijn Noob video tutorial kijken. Ja, ik moet alleen even kijken waar ik die Among Us shit heb staan. Ja, als je in Steam gewoon eigenschappen doet, dan kun je open directory doen. Dan hoef je niet te zoeken. Moet de game afgesloten zijn? Nou, hoeft niet. Hij kopieert het alleen maar, dus dat maakt niet zoveel uit. Alleen je moet straks natuurlijk wel andere exen opstarten dan... Waar zou je? Bij eigenschappen? Ja, eigenschappen in je Steam. En dan even kijken, hoe heet dat ook alweer? Iets van lokale bestanden of zo. En dan kun je bestanden bekijken. Ik heb alleen bladeren, maar dat kan ik ook. Ja, dan... Ja, moet de hele Among Us map? Gewoon echt de hele map gekopieerd worden? Ja, gewoon even helemaal. Mm-hmm. En dan noem je hem, weet ik veel, Among Us 2 of Among Us Sheriff mod heb ik hem genoemd. Ja. En daarna pak je die zip uit in die directory die je net hebt gemaakt. Sheriff. Die zip pak ik daar uit. Oké. Gaan we dat toch doen? Doe dat toch gewoon? Dan gaan wij eens even kijken wie we eruit kunnen trappen. Ja, en anders speel er maar eerst eentje. Ik ben toch nog aan het eten. Oh, oké. Ja, anders hoor je de hele tijd het geklingel. Ja, daarom. Oké. Nou, tot zo. Joep. Zo, oké jongens. Even kijken. Ik heb natuurlijk weer ruzie met mijn audio. Nee, ik heb niet ruzie met mijn audio. Ja, even refreshen. Rick. Ja hoor. Volgens mij zijn we er. Zijn we er allemaal? Ja? Kunnen we nou eindelijk starten? Okay. Sorry dames, ik moest Dylan even helpen. Die had even hulp nodig. Oh, die is ook aan het installeren in de tussentijd. Ja. Oh, lief. Oké, nou, we gaan even alvast een... Ja, we gaan even een testbordje doen, oké? Ah, je hoeft dus niet te muten. De audio staat gewoon de hele tijd aan. Hier zit dus één sheriff in. Yes. Ja, één sheriff en twee imposters. Twee imposters en één crewmate. Oh, Hoe dan? Wat doet dat? Wat is dat? Wow, nu heb ik ook een echo. Huh? Volgens mij zit iemand heel dichtbij. Wat is er gebeurd? Ik was al weg. Ik weet het niet. Ik was mijn keys doen. Linksboven had ik. Waar ging Rob heen? Heeft iemand gezien waar hij heen ging? Of nee. Ik was al... Stond hij niet op rechtsboven bij de keys? Gewoon een stack, joh. Ja, volgens mij. Ik was keys aan het doen. Ik zag ineens een report button. Iemand zijn koptelefoon echt keihard staan en dichtbij zijn computer. Ja, ik hoor ook een echo. Want dit is echt vervelend. Was er no countdown? Het kan dus ook wel zijn dat iemand zeg maar... Was er geen countdown, jongens? Hoe kwam hij zo snel dood? Ja, dat gaat ook naar. Geen idee. Is de countdown niet altijd vet kort dan of zo? Ja, ik heb ook geen idee. In de eerste... No, 20. No. Waarom? Oh.
En die dacht, ik ga gewoon iemand killen. Dat zou ook kunnen. Dat zou kunnen. I don't know. Dat kan. Even kijken hoor, jongens. Ik zit echt nog ondertussen mijn stream in te stellen hoor, dus... Oké, dus wat doen we? Ja, mensen in mijn chat zeggen ook dat ze een echo hebben. Hè? Hoe dan? Ja, maar iemand zit ook, waarschijnlijk met zijn koptelefoon keihard naar zijn mic. Ja, nou, ik hoor de hele tijd mijn microfoon dichterbij doen. Is het zo beter? Ja, of verder weg juist. Ja, ik kwam al van ver. Ja, want blijkbaar schreeuw ik altijd heel veel in mijn streams. Dus ik dacht, ik doe vandaag even iets verder. Zodat mensen geen last krijgen van hun oren. Oké. Okay. Ja, het ligt in ieder geval niet aan mij, want ik had net even... Oké, nou jongens, ik skip. Ik weet het niet. Ik ook niet. Op Skippy. Een hele rare, Skippy. Rare gewaarwording. Skippy. Dit. Een hele rare gewaarwording. Ja. Helemaal niet leuk. Ik ben benieuwd of de echo niet weggaat. Zo. Raar. Zeg eens wat, allemaal. Lekker die klekkerie. Echo, echo. Hallo, hallo. Hallo. Ja, te snel. Zo, oké. Oké, zo jongens. Dat was eventjes chaos hoor. Ja, we horen inderdaad sommige mensen met een echo. En andere mensen hebben problemen. Dus het gaat goed hier. Hé, hey, wat zit jij hier te kletsen? Ja, ik was echt vet lang stil. En daarvoor was ik Dylan aan het helpen. Dus ik denk, ja, ik moet toch wel eventjes... Even je stream even mensen kletsen. Even geruststellen. Want ze beginnen ook bij mij te zeggen van... Ik hoor een echo als jij praat. Als ik praat? Maar ik hoor het nu niet. Nee, en ik hoor zelf ook geen echo. Nou, nee. Het zal. Dan laten we hopen dat de echo in één keer verdwijnt. Ja. Oh mijn god. Oké, nou jongens, sorry, ik moest eventjes wat typen. Oh, okay. Hoi. Hallo. Het is apart, hè, dit? Het is koud buiten, zeg. Jeetje, het sneeuwt ook nog eens. Het is niet normaal. Oké. Nou, ik heb die taak in ieder geval gedaan. Gaan we eens eventjes verder. Dionne is ook volgens mij op zoek naar rustig. Oh! Huh? Ja, wat? Hugo! Ja! Ik vond het al zo stil net. Oké. Jongens, wat een opstart-issue. Wat? Wat is er gebeurd? Ik ben achter Bodyartica. Boekie is dood. Ik was mijn audio aan het instellen, mijn camera aan het restarten. Jongens, wat een rommelig begin. Het is echt een heel rommelig begin. Heel rommelig. Oké, luister. Ik was met Rick aan het kletsen over de stream. Toen ben ik naar O2 gelopen. Daar was ik bezig om de audio te fixen en dit was het. Wauw. De body lag bij de electrical. Wauw. Ik zie het scherm helemaal niet van... Waar lag de body? Bij de deur bij Electrical, bij dat gangetje daar. Oh, oké. Dat is wel vlakbij O2. Dat is wel waar wij stonden. Ja, wij stonden beneden. Jullie stonden met z'n allen beneden, de hele tijd samen. Ik kwam er pas net. Ik kwam bij Rick vandaan, van buiten was ik de hele tijd aan het kletsen. En toen was ik net naar O2 gegaan, daar ben ik die boilers wilde ik gaan doen. En toen ben ik alleen maar audio aan het fixen geweest met Hugo en Roel stond ik daar. Ja, correct. En toen kwam de rest. En toen was Body. Dus ik ben nog niet eens bij Electrical geweest. Body, body. Oké. Dus dan is het Dionne of Attica. Nou, ik was daar niet. En ik heb Attica ook voorbij zien lopen. Die kwam ook van de rechterkant. Klopt. Ja, ik jij bent het zelf. Daar bij Laboratory zo. Nou, Rick zag ik Attica in ieder geval buiten. En die ging richting Office. Ja, Mailie? Klopt. Ik heb daar kwartswaard gedaan. Ik ging naar rechts, ik heb de telescoopding gedaan. Toen ben ik naar communications gegaan, toen ben ik Kitta tegengekomen. Hebben we samen met de wifi gedaan. En toen zijn we naar de boiler room gegaan en ik heb water gedaan. En toen werd de body gereport. Ja, ik heb dus wifi gedaan en toen weapons gedaan. Toen terug naar de wifi en heb ik die helemaal afgemaakt. Maar hoeveel imposters zijn er nog dan? Hoeveel is ook een sheriff of zo? 2 en 1 sheriff. Oh, maar we zeiden net al van misschien was Rob wel de sheriff en heeft een kill gemaakt in het begin. Wat is dit voor een knop? Nou, ik weet het niet, jongen. Ik ben nog niet in Electrical geweest. Ah, nou, Kitsa! Wat? Wat? Ja, weet ik niet. Jij krijgt dat normaal altijd een stem van Rob. Oké, nu zijn ze opeens stil. Ik
ik hoor niemand meer. Ah, ik heb ook op Wonderdy gestemd. Oh, wacht. De microfoon staat echt super zacht. Dat is echt op nul gebaseerd. Oké, gaat iemand mee naar Specimen? Ik moet naar... ik moet... alle taken toch al af. Downloaden. Okay. Ik moet downloaden in Specimen. Nee, ik heb niks in Specimen. Ik heb wel met B. Ik loop wel via onder mee. Oh. Nee. Oké. Hugo. Hugo. Oké. Zo. Nou. Echt hoor. Ik hoop dat het zometeen wel even wat relaxter wordt. Want dit is echt... Ah, Hannibal. Dankjewel. Hey, super tof dat jullie allemaal er weer zijn, jongens. Het is eventjes stressen, want al mijn apparaten doen raar. Ik hoor mijn crewlink echt super zacht. Dus ik heb echt geen idee wat er gebeurt, wie wat zegt. Dus ik hoop dat ik daar nu wat aan kan doen. Ik hoop dat jullie het wel kunnen verstaan. Maar inderdaad, techniek, dan krijg je dat. En Dylan, die zit in de lobby, of in de Discord te wachten, want die wilde ook meedoen. Waar die... Oh! Huh? Oh boy! Hè? Maar wacht, hij was net al dood, toch? Wat? Hè? Fokkie was toch al dood? Ja. Ja. Wat deed jij? Ik weet het niet. De body lag er nog. Nog meer glitches. Jongens. Oké, maar jongens. Nee, wacht. Oh, dit is een glitch die vaak voorkomt bij imposters. Oké, dus dit is Roel. Ik heb gestemd. Maar... Oh, ik heb net skip gedaan. Maar... Wat is dit? Sorry, joh. Wat? Wie gelooft dat? Ik. Nee, maar we hadden dat ik had laatst dezelfde glitch als imposter. Ja, maar dat betekent nog niet dat... Ja, maar is dat dan ook meteen dat ook altijd zo is? Nou, we kunnen het. We kunnen het. Dat vind ik ook zielig. Volgens mij, het is wel zielig. Het is wel zielig, ja. Oké, dus Roel kon hem zien omdat hij een imposter is. Juist. dat is de theorie. Oh, hij ging mij meelokken naar die body. Zo is dan. Nou. Rick, alleen jij moet nog stemmen. Oh, sorry. Ja, ik moest even op Roel stemmen. Je bent vergeten, Roel. Oh, wat geluk. Oh, nu gaat hij mij vermoorden. Dat wist ik niet. Ben je een imposter, Roel? Nee, maar ik word er meteen uitgestemd. Ja. Oh, zielig. Gaat het goed? Je bent er nog. Hey, Attica. Ja? Kun je eens wat zeggen? Boom, hallo? Boom, boom. Waarom ben je zo zacht? Zijn ik zacht? Ja, je zat echt super zacht. Ik heb echt al 6 keer gerefreshed, maar het werkt niet echt. Ik doe het even, ja? Ja. Hallo? Hey, hallo? Hoor je me nog steeds zacht? Ja, je bent nog steeds zachter dan de rest in ieder geval. Dus dan zal het niet aan crewlink liggen. Ja, ik had hem laatst wel zachter gezet, mijn microfoon. Maar ik zal hem wel weer harder zetten. Maar dat zou super chill zijn. Hoeft niet nu, hè? Ja, is goed. Wacht. Ja, oké, ik doe het zo. Ja, doe maar. Oké, doei. Als je me niet kilt. Oké, nou, dat is ook geregeld. Even snel taartjes doen. Hey Hugo. Yo. Waar ga je? Ik hoop niet naar de hemel als je me nu kilt. Ik? Is er iemand in de buurt? Ja. Nee man, nee, ik ben niet de imposter. Nee, echt niet? Nee, echt niet. Ik wel, Roland! Nee! Grapje. Nee, ik ben onschuldig. Ik ben onschuldig. Gelukkig. Oké. Nou, dan kan ik dat zeggen. Hey, huh? Oh, van Attica kan ik dat niet zeggen, denk ik. Ja, ik ook niet. Hey. Oh. Ze is gevonden. Door wie? Oranje lag in Specimen. Dit is wel toevallig, hè? Specimen. Specimen. Wat zei je? Dat ik zeg, daar ging jij wel heen, hè? Die kant op. Ja, daar ging ik heen inderdaad. Anders kan ik hem niet vinden. Maar heb je hem ook verhoord? Het begint wel steeds meer op te lijken. Kijk, Kitta die is echt er heilig van overtuigd. Ja, die stemt meteen gewoon. Ja, maar ik denk dat is gewoon... wel echt safe, want we hadden elkaar zo vaak kunnen vermoorden. Ja. Ja, maar imposters kunnen elkaar niet vermoorden. Ja, maar ik ben geen... Hugo, dat heb je eerder uitgehaald. Wat? Ja, dat wij...
Ja, dat had ik met Maris, dat we heel zeker waren dat we allebei onschuldig waren en dat jij zegt, oh, jullie zijn imposter. Ja, ja, dat was dom, maar nu heb ik intuïtie, gewoon. Hé, hey, maar Hugo was ja, bij mij. Ja, intuïtie, was er verder hey, nog jongens, iets roept? Wij waren in O2 en Hugo was het niet, hè? Nee. Het is sowieso Roel of Attica of zo. Oh. Ja, of het is Roel en Rick. Ja, I don't know, man. Nee, Rick is het niet. Rick had me multiple times kunnen killen. Ja, en dat kan Attica ook bevestigen, want wij hebben de hele tijd staan kletsen over de microfooninstellingen. Dus, misschien zou het Roel niet beter? Ja, het is nu al beter, ja. Dus het lag aan een van de drie van de echo. Ik heb trouwens nog steeds een beetje een echo, maar alleen als ja, we hier aan ook praten zijn, niet in de ding. Ik heb echt een mini-echo, ja, weet ook. Je wel. Echt ja, op de achtergrond. Ik ga zo meteen ja, rondlopen om te kijken bij wie ik die echo hoor. Okay. Nee, maar het komt niet daardoor, want je ziet niemand oh, oplichten. Oh, oké. Okay. En zelfs als ik heel zacht praat, dan zie ik nog steeds dat mijn toppetje oplicht. Dus als, nee, als het de reflectie was van de audio, dan hadden we dat wel gezien. Hé, hey, op wie hebben jullie nou gestemd eigenlijk? Ik heb Roel gestemd. Ik weet niet meer. We kunnen niet twee keer achter elkaar een verdachte hebben maar en dan nooit niet stemmen met zeven, zegt Rob altijd oh, trouwens, hè? Tenzij je het zeker weet. Ah, oh, oh, ja okay, hoor. Daar ga ik. Nou, dat is op een nou. Ah, doei. Roel is sowieso wel. Toedeledokie. Oké. Wie is er nog niet klaar met taken? Ik. Ik ben nog steeds naar elektrisch. Hey, laat me eruit. Ik moet er volgens mij echt nog vet veel. Ja, ik ook. Heb ik nou zelfs keys niet gedaan? Hebben jullie dat gezien? Heb ik keys niet goed gedaan? Ja, dat dacht ik dus, denken wij ook, Thomas. Maar als iemand het geluid over de speakers heeft staan en wij zouden dat nog een keer horen, dan zou dat betekenen dat zijn microfoon moet oplichten, toch? En dat gebeurt niet. Want dat kan ik zien. Oh, dit is niet een taak die ik moet doen. Hey! Ja. Gaan we eens eventjes dit... Oh, hey! Hallo! Hey. Je was hier al. Ja, ik was hier al. Ik was onderweg naar mijn taak. Nou, ik niet, okay, want elke keer komt Hugo dus de eng aanrennen. Hugo is niet eng. Hugo is hartstikke lief. Ah, hij reed. Oh, ja. Ik weet het niet hoor. Hij is wel, oké. Okay. Ja, hij is wel angstaanjagend. Dat was eng, dus toen dacht ik, oh nee, dit ken ik. Als diegene dichtbij is, of in een meeting wel. Nee, maar ik kan het toch zien in Crewlink, maat. Ik heb zo'n programmaatje, hè. Kan je zo al een screenshot sturen? Ach, ik kan niet eens lopen. Oh nee. Ah, het is gewoon een beetje een buggy toeltje. Jeet. Moeten we dit echt allemaal doen? Ah, dat was wel gefixt. Jongens, die deuren. Je zou zeggen het is Roel. Oh ja, Roel die is natuurlijk dood. Dus dat zou dan wel kunnen, ja. Dat we het toch goed hadden. Ja, ik heb nu in ieder geval mijn taken af, dus dat scheelt. Ik haat deze taak. Hoi Rick. Hoi. Is het yes, de beveiliging? Ja, ik heb een hele guard. Niemand vertrouwt okay, mij. Ik ben klaar trouwens. Ik ook. Dus? Ik ook. Zullen we kijken of er iemand dood is? Kijken wie er dood is. Ja. Waar is Hugo? Die deuren. Iemand... Ja, irritant, dat... ja, het is echt rol hoor. Ja, dat kan toch niet anders? Wel. Kijk, en nu die lichten weer. Oh. Wie is dood? What? Wie is dood? Oh. Huh? Oh, hoe dan? Maris, waarom heb je dit gedaan? Ik was de hele tijd bij jullie. Hoe dan? Hoe kan ik dit gedaan hebben? Hugo, waar ben je het al het licht tijd? Ging uit en we gingen met z'n allen naar Vitals. Yes, we liepen ja, vooruit, en toch? Ik was er heel de tijd bij. Je liep achter ons. Niet. Ja, ja inderdaad, ja. Hugo, waar ben je... Waarom heeft Hugo al gestemd? Ja, Creature Stone bevalt me niet. Het is gewoon... Ik was er niet bij, maar ik denk van... Het is de hele tijd niet geweest. En
ging je stem direct op mij. Hoe dan? Dat is wel echt mega sus. Nee, ik ga nog steeds op Kea check. Hoe dan? Hoe kan ik dit geweest zijn dan? Jij liep achter ons. Ik was er bij jullie. Precies, ja, maar precies gaat Meli dood wanneer het licht uitgaat. Dat was wel een goede move. Nou, niet echt dus. Dat was wel een goede move. Honest, het was wel knap. Kijk, zie je? Hatsa. Roel, hè? Roel en Kreatjik. Die kill was wel legendary. Dat was echt moeilijk. Maar wie was de sheriff dan? Kreatjik, ik heb vragen. Ik was echt de sheriff, hoe dan? Yo, maar hoe heb je mij doodgemaakt? Echt gewoon stack kill. Ja, maar hoe was jouw countdown al klaar? Ja. Ja, dat is wel raar. Dat kan helemaal niet. In de eerste ronde is je countdown altijd sowieso heel snel. Ik was keys aan het doen. En de sheriff heeft dezelfde countdown als de imposter. En ik moest nog 15 seconden wachten. En ik werd gewoon doodgemaakt terwijl ik keys aan het doen was. Ja, volgens mij heeft sheriff iets langere countdown. Ja, sheriff heeft echt 40 seconden of zo. Wauw. Ja. Sorry, het spijt me. Ja, nee, het was een leuk bordje. Ik was dat niet op jou gemunt. Ik deed gewoon stacken, joh. En dan valt er gewoon random iemand neer. En dan dit keer was het jij, het spijt me. Nee, Skitta heeft voor mij zo'n wifi-ding. Ja, hè? Ja, als het bij mij ook staat, kan dat echt prima. Hoor ik haar als enige heel zacht, Skitta? Want bij mij is ik hoor haar wifi, helemaal hè? Niet. Wat? Ja, ik hoor haar nu wel goed. Ik hoor haar wel. Okay, ik zeg gewoon niks. Hé, hoe lang gaan we Dylan laten wachten eigenlijk? Mag hij een potje meedoen? Ja, van mij mag hij een potje meedoen. Ik heb bij Kit dat trouwens nog steeds een wifi-ding. Ik weet niet, ik heb niet zo'n band met Dylan. Voor mij mag hij... Nee, ik vind het niet zo gezellig. Weet hij dat ook? Oh, huh? Nee joh. Het is een grapje. Moet ik dat even... Wacht, laat maar. Ik trap hem er wel uit. Maar dit is weer ook niet. Dylan! Wat zeg jij? Dylan? Hoor jij haar ook niet gezellig meedoen? Nee, leef je nog? Ik hoor jou weer! Ik klikte op Kitta en je mag niet meedoen van Dionne. Maar ik hoorde nog steeds niet. Ze mag niet meedoen van Dionne! Ze zegt, Hoor jij eindelijk? Dat is echt triest. Oh, is dat zo? Goed, met jou. Oh, dat zou kunnen hoor. Ik was wel een keertje imposter. Hey, maar was een grapje natuurlijk. Ik ben aan het proberen iemand eruit te krijgen, maar niemand wil weg. Oh. Hey, hallo. Niemand durft eruit te gaan. Ik wil best wel weg. Oh, wat, ze horen mij natuurlijk in die game ook nog steeds. Oké, in de minuut. Jou trappen we eruit. Ik ga wel weg. Wie trappen we eruit? Hoi, hoi. Wie gaat eruit? Ilisamra. Nou, Dylan die heeft toch altijd maar een kwartiertje, joh. Die heeft vet druk. Wat heeft vet druk? Laat hij nou wel niet meedoen. Belachelijk te maken. Nou, volgens Sepp is Dylan. Ja, hij zit altijd tot te wachten in de Discord. Het staat in rood, het staat allemaal dicht bij elkaar. Ja. Hallo. Roel. Hallo. Hoi, stream van Roel. Hallo. Hoi, stream van Dionne. Hallo. Hoi, stream van Rick. Hallo. Hoi, stream van Maris. Hoi. Geen idee. Iedereen gewoon hoi. En Rick is aan het streamen op Twitch en jij ook. Ja. En Roel ik ook. Heeft hem aanstaan. Twitch. En ik. Als enige op YouTube. En dat was het. Heel chill. Gezellig. Oh, jullie kunnen trouwens bij 10.000 kanaalpunten een snoepje voor Dolly kopen. Wie ik? Oh, nou dat ga ik meteen even doen hoor. Nee, de chat! Oh! Ik wil snoepjes voor Dolly kopen. Oké. In de chat zeggen ze Dylan! Oh, Dylan die hoort natuurlijk helemaal niks. Jij hoort natuurlijk niks. Je hoort alleen maar mij lachen om domme dingen. Zelfs mijn chat gaat vragen om te starten. Hey, is de Crewlink al opgestart dan? Ja, alles is al klaar. Dylan zit te wachten. Oh, ik zijn al Dolly snoepjes. Hij moest net even eten. Ik moet Dolly snoepjes halen, wacht. Oh, hij moest even eten. Ik ga er wel uit voor een kwartiertje. Voor een kwartiertje. Nee, ik kan ook wel langer, maar niet op uit. Oh, dat is lief van je. Sorry man, ja, ik moet het even vertalen. Hugo die zegt... Ik ga er wel even uit voor een kwartiertje. Zo praat hij. En dat was het. Ja, Hugo, wij zijn ook echt expres naar oudere video's die jou gaan zoeken. Maar vervolgens gaat hij niet hoor. Dus een aantal jaar geleden klonk. Of je altijd al zo'n lage stem Nee, volgens mij zitten we altijd op US. Nou, we vonden een video van 2 jaar geleden. En daar had je op zich wel een wat lagere stem kijken, altijd of, al wel. Maar het was wel echt een heel stuk hoger nog dan jullie stem hebt. Oh, je hebt hem al. Ja, we moeten nog steeds iemand... Maar ik kan ook niks doen, want ik ben ook de leider niet van de game. Oh, wat heb je nodig? Ja, stream.
Iemand moet even plaats maken voor Dylan natuurlijk. Ja, oh, sorry, ik zat nu gewoon nog op te houden, want ik zat tegen hem te kletsen, sorry. Oh. Ja, plek. Je kunt erin, Dylan. Oh, lief Hugo. Nou, daar komt hij dan hoor. Finally. Welkom, Nico. Only. Ik zal eens even kijken of ik mijn... Limbo! Ja, ja hoor. Limbo. We hebben al die tijd gewacht voor Limbo. Hallo? Oh, hallo. Oké. Okay. Hallo? Mijn controle. Limbo? Heb je al... welke server gebruik je? Contact met Limbo? Heb je niks... bij nou, instellingen van je crewlink? Ja, het is vandaag instellingen. En dan even helemaal naar beneden. En dan change voice server. Welkom dat moet ook een keer vinden. En wat welkom. Staat er dan? Wat vind je leuker? Imposter of crewmate? Dat... Imposter. Oh ja. Ja, die is goed. Sheriff okay. Natuurlijk. Ja, oké, okay, dan even gewoon confirm. Dat is echt leuk en terug. Sheriff te zijn. En dan, hey. Zeg ja, wat? En Rob. Was je eindelijk sheriff, oh, Rob? Druk eens ctrl R. Oh, ja. Dat is verstopt. Ik denk het even. Nee, in die crewlink. I'm sad now, ja, I'll be here. Was je eindelijk sheriff? Was je de vorige keer Limbo? Limbo is Dylan Hagen. Nee, ik vorige keer dus sheriff grappig. Had ik precies hetzelfde. Ah, oké, okay, nou, dan zal ik even mijn Discord uitzetten. Ja, ik wist het ook yes, echt niet. Ik hoor je. Ik was wel dus, gewoon een gokje dat ik zei van ja, hij was vast sheriff, heeft gewoon zichzelf gekillt. Ik stond gewoon letterlijk... Volgens mij zijn we er nu allemaal. Ik liep letterlijk net naar Kies. Ik draai de sleutel niet eens om. Zeg je wat of zeg je nu niks? Dus ik dacht echt... Ik zeg wel wat. Ja, oké, okay, sorry man. Ik zag je zo rondlopen, ja, maar ik denk ja, ik hoor niks. Random, want daar, inderdaad, okay. In de eerste ronde heb je als impact volgens mij maar 10 seconden. Very well. Je kan die Kies net aan doen en net aan wegrennen, maar we beginnen nu allemaal wat later. Hey, Dylan Hogans. Hello. Hello. Is it me you're looking for? You're looking for... I can see it in your eyes. Dolly, wil je lipstift? Hey, yes. Volgens mij kunnen we beginnen... Heb je eigenlijk... Weet je hoe die sheriff mod werkt eigenlijk, Dylan? Guys, I'm being called. Give me a second. Nee. Ja, jongens, dat okay. Is hij hoor. Je hebt naast yeah. De imposters... Yay. Heb je ook één iemand die is sheriff. Oh ja, ja, nee, dat heb dankjewel, ik wel eens gehoord. Okay. Nooit gedaan, maar wel gehoord. Erg leuk. Oké, nou dan... Kom je ja, er vast de wel sheriff achter. Is ook welke gewoon net als een doen. Crewmate, alleen de sheriff die welkom, kan Mila. Ook killen, net als een imposter. Dit is Polis, huh? Is Polis? Ja, Polis. Ja, oh Polis. Ja, nice. Polis! Maar als je als sheriff een crewmate killt, dan ga je zelf dood. Als je als sheriff de imposter killt, dan gaat de imposter dood. Dus je moet wel echt zeker jongens. Weten of je een imposter killt. Hugo is sowieso ja. Welkom. Dat is het enige. Hé, hey, maar jullie zijn ziek pro in het spel. Ik was het even meer aan het gluren tijdens de eten. Dat is niet normaal, man. Ja, maar dan krijg je als je het veel te vaak speelt, hè. Dan ga je gewoon... Ik dacht, wat zijn jullie allemaal aan het doen, joh? Ja. Nou, ik snap er ook nog steeds helemaal niks van. En ik heb het ook best wel veel gespeeld. Nou, je doet het hartstikke goed. Ja. Wat? Ik heb alleen maar taken moeten doen. Nou, dat maar dat is toch ook de bedoeling goed? Van het spel? Dat doe ik ja, ook de hele tijd. Dat het is het enige wat ik ja, altijd doe van taartjes. Ik ga het wel wat anders dan crash de lobby. Zullen we doen? Ja? Snel, ja. snel. Oké, succes. Start. Hallo, hallo, hallo. Kitta. Kitta. Ja? Oh. Ja, dat scheelt. Ja, dan gaan we. Oké. Yay. Crewmates. Maar je hoeft niet te muten. Nee. De bedoeling is ook dat we wel een tijd horen. Even okay, jongens, checken of ik ken deze map speakt. Niet en ik ben nu met een ruimteschip ding aan het doen, dus... Oh, je hebt deze map ja, weet je wat irritant gespeeld? Is? Als je dan deze map niet kent en je wordt meteen imposter. Dat is pas leuk. Dan sta je ja. Ergens hier... Ja, ik sta een taak te doen hoor, jongens. Hier. Oh, deze map is wel wat leuk is trouwens, hoor. Dat is een okay, vet nou, leuke succes. Taak. Ik ga ook mijn taakjes doen. Ik zie mijn muis niet meer, wacht. Huh? Oh, speel je met een muis? Ja, hoe anders? Met je keyboard? Ja, maar met een keyboard. Hoe anders? Dit is een dolf of wat? Hey, oh, ja, sorry man. Ja, die dolf moet je met je muis doen. Ja. Ik denk van, hoe doe je dit? Maar, hoe speel je dit spel? Oké, okay, ik ga ook een taak doen. Oh, anders... alleen met mijn muis. Ja, precies. Oké, okay, wegwezen. Man. Ik haat deze taak echt. Oeh. Oh, ik krijg... Oh, ja, dit kan je inderdaad niet met al je toetsport doen. Oh, hij gaat hoor. Damn it. Ja, lekker. Dankjewel. Wow. Shania, denk ik. Sorry, vorig jaar spreek. Maris? Wat ja, is dit, jongens? Zeker jij deze? Die Jonne! Maris? Ja, hoor je me niet? Oh. Wat een lef. Dat was die Jonne, toch? Jezus. Oké. Okay. Met
in-screen keyboard gamer, ja, inderdaad. Gewoon met die... Oh jee. Ja, we zagen het net. Oh, wie oh, is... Jee. Nee, Attica ook. Oh, Giel is mijn eigen man. Oh, nee. Attica left the game, stond er. Oh, de laatste nee. die ik met Attica zag... Dat wordt echt... Meteen rage quit. Dan gaat nee, ik denk klaar. Dat ze eruit gegaan is. Dat er stond Attica left the game. Ja, dat was geen kill geweest. Maar ik zei net, wie is Giel? Maar dat is mijn eigen man. Ik heb Twitch creator kanaal. Helemaal linksonder bij dat paaltje van het doolhof. Dylan! Ik hoor... was ja, Dylan dat de wel. Hele Dylan. Tijd met Dylan gezien? Dat is wel verdacht, ja. Ja, ja. Waar jullie me dan weer uitkicken direct, terwijl ik weer geen impost oh ja, dat was vorige keer nee, ook. Nee, oké, nee, dan zou ik je dit weer sparen. Nee, 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 anders wil je nooit meer met me spelen. Want ik ben wel echt super sus. Ik zou mezelf eruit kicken nu. Maar nee, ik ben het echt nee, niet. Ik vind hem niet sus. Ik was daarnet met hem bij die QR-code scan. En hij snapte het niet en ik heb het even uitgelegd. Ja, maar kan ook tactiek zijn. Waarom ben ik mezelf verdacht? Het kan tactiek zijn. Nee, ja, ik was er, ik spaar je. Maar het is een tactiek, jongens. Ik denk dat Dylan de sheriff is. Okay. Ja, kijk hoe eruit ziet. Ja. Ja, dat denk wel. Ik inderdaad. Wel, ja. Beetje te modern, maar oké. Okay. Oké, maar bij de doolhofje dus. Oké, okay. Je hebt verder niks gezien ook dan daarbuiten? Nee, ik zag geweest. Ineens de report button oplichten en toen zag ik hem daar liggen bij het paaltje. Heel zielig. Arme Rick! Was het nog het paaltje boven? Arme Rick, zegt ze dan. Nee, helemaal onderin. Zeg maar naar de boiler room daar. We missen je, Rick. Ja. Wat ik vooral bijzonder vind, want ik ben met Rick dus naar beneden gelopen. En ik heb het doolhof gedaan. En nee, maar hij zei, oké, nou ga ik toch echt mijn eigen taken doen. En toen is hij weggegaan. Maar dan is hij alsnog doodgegaan daar. Hè? Heb ik hem dan gemist? Dat kan toch niet? Nee, ja, ik weet het niet. Ik was er niet bij. Maar het wordt nog meer zus nu. Ja, ik stem op Dylan, denk ik hoor. Nee, ik skip hem wel. Ik weet het niet. Maar Dylan, heb je iemand... Nee, man. Oh, toch niet. Oh, Dolly krijgt een snoepje. Oh, Dylan, is dit goed? Dylan denkt, ik moet nee, nou Dolly krijgt een snoepje. Aan. Ik geef Dolly krijgt een snoepje. Dankjewel, Laura. Kijk eens. Wat is dit? Alles gaat mis. Wat wow, gebeurt hier? Ja, sorry, nou. Gek, wat een chaos. Wat een chaos. Dat is letterlijk wat ik zei. Dit is niet goed. Nee, dit is echt heel verkeerd. Er staan we dan allemaal. Maar ja, Laura heeft tenminste wel een snoepje gegeven. Oké. Oh, alles gaat mis. Oh, ik hoor niemand meer. Oh, nee. Bij jou gaat het ook mis, hè? Dylan? Ja. bij mij... doet dat... Nee, bij mij gaat het goed, maar ik ben... de crewlink is helemaal gecrashed, dus ik hoor nu niemand meer. Dus het gaat echt fantastisch, dit. Wacht, ja, nee, ik heb het nooit gehad. Ik heb best wel wat Among Us gespeeld. Ik hoop dat ik jullie nu weer hoor. Ja. Maar ik ben er nog nee, nooit ik hoor niks. Connectie of zo, want ik oh, dat was erg! Ik weet ook niet wat het is. We hebben sommige mensen die vliegen er echt om de haverklap uit. En andere mensen... ik heb er nooit last van. Maar ja, hè? Oké. Okay. Ik ga je ooit alleen moderne mij. Techniek, hè? Niet te vertrouwen, man. Ik ben helemaal gecrashed. Ik denk dat we die game even opnieuw moeten gaan starten, want dit schiet niet op. Ze horen elkaar nu ook niet. Ja. Of wel? Dat weet ik niet. Nee. Ik hoor hen ook niet meer, man. Nee, leuk, man. Vet geweldig gestreamd. Ze horen elkaar niet. Ik zit te kijken. Oh, jij bent er ook. Ja. Nee, je hoort niks, hè? Je nee, hoort alleen maar nu Dylan en mij in Discord, ja. Maar niet... Ja, MRS, maar dat is op stream. Ja. Maar wel raar. We horen dus niemand hoort dus blijkbaar meer wat. Nou, dat is wat ik dus net zei. We hebben daar een apart programmaatje voor CrewLink. Vorige keer werkte die best wel oké. Okay. Een paar kleine glitches, maar nu vandaag heeft hij er in één keer heel veel moeite in. Dat is best wel jammer, want ach, het is een hele leuke toevoeging niks aan te doen. Aan het spel. Ik zal netjes zeggen dat ze... ze gaan wel gewoon door. Dus ik neem aan dat zij elkaar wel horen dan. Nee, als ik het spel nog niet afmaken.
ze gebruiken de in-game chat of met typen. Oh, oké. Okay. Wat een amateursje. Ja. Nou, ik ga mijn taartjes doen. Maar je Discord unmute werkt toch ook nog steeds? Wat? Ze kunnen ook gewoon hun Discord unmute. Dan kunnen ze weer praten. Ja, oké, okay, maar dan hoor je elkaar natuurlijk overal. Nou, alleen ja, met meetings. Ja, op die manier. Ja, dat zou kunnen. Maar ja, hè? Yeah. Wat is dit dan? Oh, wat. Ik maak wel even mijn taken af. Maar we starten zo wel gewoon even de game opnieuw. En dan krijg je gewoon nieuwe code, denk ik. Is er een fix voor die dat je eruit vliegt? Nou, weet ik dus niet. Ik heb het dus zelf nog nooit gehad. Ik zit even te denken. We kunnen even googlen. Ik ga voor de zekerheid even op een ander netwerk. Horen jullie me al? Zal ik deze maar openzetten? Oh. Ja, zo wil er ook niemand. Ik ga nu meedoen. Ik heb geen idee. Oh, en Maris, oké. Oh, jullie horen me wel! Oh, jongens. Alleen Jesse hoort me blijkbaar. En niemand... Moeten we niet gewoon even de Discord aanzetten? Ja, dat is wel het makkelijkst. Ik word gezien als... Hoezo horen jullie wel van mij en ik hoor helemaal niemand? Ja, dat komt omdat als iemand zeg maar uit het game gekikt wordt... Stem op Rob! Dan gaat dat helaal mis. Dus, maar dat is zometeen als de game weer opnieuw start, dan is dat weer gefixt hoor. Okay. Maar ik hoop wel dat dit beginnersprobleempjes zijn en niet dat dit de hele tijd zo blijft gaan. Want dan is het vrij snel klaar. Ja, dit is wel vervelend. Oh, dan... Yeah! Toch al gewonnen, hè? Dank je hoor. Yay! Hey, we horen elkaar weer. Oké. Ja, nou, dan ga ik mijn Discord weer uitzetten. Sorry hoor, ik wist niet dat jullie mij wel horen wat hij lijst. Hey, maar ik heb wel gewonnen. Yay! Ja. Maar met een evil lach, ja. Nee, maar ik hoorde helemaal niemand, dus ik denk jullie horen mij alles ging ook mis. Niet. Dus ik maar lachen dat iedereen op Rob ging. Maar ik zie Attika en Dionne nu ook nog steeds met een dingetje. Rob had me zo echt op een heet, echt gewoon betrapt dat ik Roel daar kilde bij die boom. Hallo? Dionne, hallo? Ik denk dat je weer even Ctrl-R moet doen. Nee, ja, Attika en Dionne hebben dat ook van mij. Hallo? Hallo, ja. Oké. Lukt het? Ja, ik hoor iedereen, Hallo! Contraire, oké, nog een keer. Super raar, hè? Dat ik dacht... Ik smeer net als vorige keer. Dat is pech. Hé, maar Dionne, high five. Dat was het meest rare impostenpotje ever, maar we hebben gewonnen. Ja, gewonnen is gewonnen. Maar waar is Dylan? Dylan, die ging even een ander netwerk kiezen, zei hij. Oh, je moet trouwens even dempen, Rick. Oh, ja, thanks. En jij wilde toch je wifi herstarten, Kitta? Of is het niet meer nodig? Dat was één game, denk ik. Ik hoor Kitta niet. Ik denk dat het had over de test. Liedje vanavond, ja, gaat lekker, hè? Ja. Ik zie ook mensen die zeggen, het gaat lekker! Ja, het gaat lekker! Al drie keer die bezig, hè? Nog geen goede game gedaan. Nou, ik had het heel goed hoor. Ik heb twee gasten. Kriatje, ik heb gewonnen met weer! En gewonnen. Niet helemaal op een eerlijke manier, maar... Had jij Rick nou gekild dan, Dionne? Ja. Ah, nice. Dylan was ook zo lekker verdacht. Oh, hey Dylan. Ja, heerlijk. Hey, daar is hij. Gezellig. Nou, ik hoor hem niet. Dylan moet zich niet zus maken als ik hem verdedig. Hey mensen! Nee, ja, inderdaad. Hey. Je moet nu alleen je Discord nog even muten, dan zijn we helemaal klaar. Oh ja, dan moet ik. Jongens, volgens mij hoort Rob niemand. Oh, Rob, zeg het. Hallo. Ja, ik hoor je wel, Rob, hoor. Rob.
wat erg. Als ik nou weer inpassen ben, dan word ik gek hoor. Succes jongens. Als ik eruit vlieg, dan gooi ik echt deze computer uit het raam. Maar dat moet je wel filmen, want dat wil ik zien. Ik ook. Oh. Wow, dat was een flinke echo. Nice. Maar echt, maar wie is dit nou? Ik heb linksboven. Ik denk dat het gewoon in dit programma zit. Ik vertrouw ja, er niks meer van. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ik ga gewoon mijn eigen versie maken. Wat is die meme ook weer? Met hoekers en... hoekers en... Oh, ik moet naar een specimen. Dan ga ik dat... Hallo Rick. Hi! Ga ik dat maar meteen doen, voordat iedereen ineens ideetjes krijgt. Oh, je gaat mee? Ja, ik heb ook een taakje in specimen. Oh, mooi. Ik ook. Je gaat me niet vermoorden, hè? Ik niet, nee. Ik heb... even kijken, wat is het? Wat is het eigenlijk? Oh, nee! Ach, Simon Says. Beep, beep. Beep, beep. Hey Ilona. Dank je. Oh shit, nou zit ik niet op te letten. Oh, doe hem nog een keer. Soms was gesaboteerd. Ik zat. Oh. Dus ik. Ja, ik kon niet horen. Ik hoor je nu weer. Gaat die lekker? Ja, ik zat in de. Ik kreeg een. Hoe heet het? Een donatie. Of een. Hoe noem je dat? Van die cheers. Dus ik was niet aan het opletten. Dus bij die laatste zat ik echt... hey, dankjewel. Oh shit. No. Maar het is gelukt. Okay, heb jij hem nice. Kunnen doen? Ja, ik had die artifact dingetjes. Oh, oké. Okay. Download. Ik heb trouwens ook een medscan. Dus die bewaar ik. Hey. Hey Roel. Oh, hoi, wat moet ik deze doen? Oh, ik moet deze doen. Ja, yeah, die moet ik nu doen. Oh, dan moet ik het even aanzetten. Oké. Nou, ik ga ervan uit dat er zo wel iemand gekild wordt. Dus ik bewaar mijn medscan nog even. Voor als we natuurlijk weer niet geloven dat wij veilig zijn. Ja, ik ben bijna klaar. Ik moet alleen nog maar op de samples wachten. Maar... Oké. Okay. Nou, ik heb er nog wel een paar. Oh. Ah, je moet alleen maar wachten op jeetje, die sample. Helemaal in paniek. Oh, beter. Helemaal ja, ik moet in paniek. Wat dan? Hey, wat een gezelligheid. Oh, hallo. Wat dan? Hallo. Nou, gezellig. Oh my god. Ja, daar is Reactor. Hey, even kijken of er iemand dood is. Oh, dus je weet wel hoe deze is. Heb je iemand vermoord? Oh! 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 Poef, hè? En Rob! Snel! Nou ja. Nou, we weten in ieder geval niet mee, Rob. Die arme Rob, is hij al weer dood? Ja! Niet meer Rob maken, dan wil hij zo alleen niet meer meedoen. Elk potje. Ja, elk potje als eerste ook. Maar goed. Zuur dit. Wie was het? Waar was Meli? Waar was het? Meli lag naast Vitals. We gingen naar Vitals kijken en toen lag Meli daar. Oh. Oh, ze lag ook gewoon bij Vitals. Waar, ja. Wat is Vitals? Dat daar dat is naast Office. Dood is. Oh. Dat is die computer. Ja, ik voelde het aan. Maar daar liepen heel veel mensen net. Of wist je het? Was Meli al een lange tijd dood al voordat we zeg maar de limbo gingen dansen in O2? Ik heb haar nog een keer. Wat dus, nee, niet meer. Laat maar, dank je. Ja, ik kan voor Crea en voor Kita kan ik wel vouchen, want daar ben ik volgens mij de hele tijd mee aan het dansen geweest. Ja, oh, in dat geval is Dylan safe. Ja. Ja. En, het was en heel ik, gezellig. Ik kan vouchen voor Fubuki, want we hebben echt vanaf Specimen alles samen gedaan. Wie zegt dat? Atika en Roel. Wie zegt dat? Herken je mijn ultra sexy stem niet? Nee. Het klinkt als een string. Ik wel, Misschien ben ik heel zacht. Laten we het daarop houden. Maar ik weet het even niet. Ja, ik denk Roel en Attika dan. Als wij allemaal met elkaar waren, dan blijft er niet veel. Ik was met Attika was met mij het laatste beetje. Maar ik weet niet, ik heb Attika eerder vertrouwd. En toen werd ik niet bespaard door haar. Ja, Attika is trouwens niet meer. Ik moet zeggen, we hebben nog weinig aan de sheriff gehad. Dus of de sheriff is elke keer dood, of... Ik denk dat de sheriff dood is, met de hoge hoed. Oh. Dat kan. Ik denk dat het de hoge hoed is. Ik ben geen, dat zegt ik ben mijn sheriff, onderbuikgevoel. Waarom mag de sheriff niet zeggen dat hij de sheriff is?
Nou, omdat anders de imposters meteen de sheriff eruit knikkeren natuurlijk. Ja, oké. Okay. Dus dat zou niet slim zijn, denk ik, om dat ik ga Dylan in de gaten houden, in ieder geval. Dylan is alleen maar een limbo-dans doen. Ja, joh. Heel gezellig, dat wel. Ja, maar echt, het loopje en hey, super lief, hé. Dankjewel voor alle subs. Dat is tof. Hey, wat lief van je, Nashy. Dat is tof. In het, ja. Oh, ik kan meteen deze doen. Oh. Nice. Ik snap helemaal niks van deze. Water. Okay, ik ga mijn samples afmaken. Ja. Bam. Nou, we hebben nog Metscan. Wie was toch die... Ik vind het echt zielig voor Rob trouwens. Maar wie is nou de sheriff? Maar ik vind het zo sneu. Die gaat echt geen leuke game video hiervan kunnen maken. Eerst zijn we al een uur bezig. Nog geen normaal potje kunnen doen. Of de game... Oh, nee! Nee! Het was en het is Roe. Nee, Roe en Onnedi. Nee. Weet je waarom? Jawel, huh? Ik zat in... ik was in laboratory en Roe killde. En hij dacht waarschijnlijk dat Onnedi, zeg maar, dat ze een dubbelkill gingen maken. Nee, het is echt Attica. Nee. Nee, het is Roe. Hey, mag ik even? Ja. Ja, ik schoot uit op Q. Oh. Ben jij het, Roe? Ja, ik ben het. Jammer. Ik geef het toe. Attica? Ik schoot uit op Q. Dan ben je het. Het is een rol. Je moet liegen, man. Hoe lang speel je dit spel nou al? Okay. Ja, maar hoe moet ik liegen? Gewoon? Gewoon zeggen dat je het niet was? Ken je dat niet? Ze stond naast me. Gewoon zeggen dat iemand anders de schuld... Dylan, het was Dylan. Ja, je was te stil. Stem op Dylan. Nee, we hebben allemaal op roes. Waarom zei Roel dat hij het nou was? Want ik was echt aan het twijfelen tussen Attica en Dionne. Ja, maar het was Roel. Nou, ik geef het toe. Ja. Soms kan het zo makkelijk zijn. Maar mijn liefde werkt echt niet mee, dus misschien dat ik daarom glitchte. Maar de volgende is dan Onnedi. Ja, maar jij ging echt door de muur. Attica liep door de muren. Dat kan ook mijn wifi. Een soort van... Kom even mee. Blaren. Hallo. Oh my God, hey. Ik vertrouw dit nooit. Hey, hey, al dat gefluister hier. Alleen met Kitta. Een momentje alleen met Kitta, ja. Dat willen we allemaal. Oh. Nou, ik maak wel gewoon... Hey, dankjewel Sunset Dreamer voor de sub. Ik zal ondertussen in mijn ooghoek, als ik wat zie, zal ik eventjes weer reageren. Want ik heb nog nooit zo'n chaos meegemaakt. Maar goed. Ik heb alleen maar van die lange, jongens. Hoppa. Wat? Wat? Lol. Ik heb Dionne gekild als sheriff. Daarom was het zo stil. Ik werd helemaal niet gekild. Dat zag er niet zo uit vanaf hier. Lol. Dionne die kwam aanlopen en die zegt: waarom is het toch overal zo stil? Tjak. ik stond namelijk met Kitta te kletsen. Ik zeg ik twijfel tussen Attica en tussen Onnedi. Wie denk jij? En zij zegt: ja, ik denk Onnedi. Ik zeg: ik ga gewoon Onnedi als sheriff zijn die killen. Als ik nou dood ga, dan is het dus Attica. Dat kan niet anders. Dus Onnedi liep toevallig op dat moment meteen voorbij. Sorry, Dionne, maar je bent gesheriffed. Maar ik wou een... Ik wil een dubbelkill met Onnedi maken. Ja, maar ergens lekker? Gaat het internet niet goed, want Attica die vloog van de ene kant naar de andere kant. Ja. Dat is echt mijn internet vandaag, sorry. We hadden jou eruit moeten trappen. Dat is Attica de skill, hè? Vliegen van de ene kant naar de andere kant. Ja, en ik zag mezelf ook niet doodvallen, trouwens. Nee, wat grappig. Ja, misschien dat er niet is. Het had wel leuk geweest. Hé, okay. Hey Dolly, vind je die snoepjes zo lekker? Gaat het, Rob? Wat? Hoe vaak ben je als eerste uitgeknikkerd, Rob? Nee, je bent Ik ben nu twee keer sheriff geweest en ik heb er twee keer niet van me kunnen genieten. Oh. En ik ben nu twee keer als eerst dood. Ik ben nu drie keer als eerst doodgemaakt. Ja, we gaan je niet meer als eerst doodmaken, Rob. Je hebt vandaag de kinderen.
De afspraak, je wordt niet als eerste doodgemaakt, beloofd. Ik geloof er niks van. Nou ja, ik ben nu geen imposter. Oeh, dus, nou, dit wordt spannend hoor. Ik ben crewmate. Ja, dit gaat echt goed. Crewmate. Eeuwige crewmate. Snel weg uit de groep. Eeuwige... Snel weg. Sorry, wat? Eeuwige crewmate? Je bent twee keer achter elkaar imposter geweest. Ja, dat klopt, maar normaal ben ik de eeuwige crewmate. Ja, maar toch niet hier. Precies, omdat je meteen dood... Oké. Nou... Gaan we even feels doen. Wie speelt allemaal? Want ik ben nieuw in de stream. Oké, nou, wie spelen er? Onedy speelt. Dylan Hagen is er mee. Stream? Hallo. Dit is ik... Rob. Mijn grote Hallo. Vriend Rob. Robic's Cube op YouTube. Ik zag iets doorgesneden. Dan heb je nog Roel. Dus YouTube's. Ik heb bijna... Oh! Ah. Ja, dat was zo'n momentje. Zijn we er weer? Anyway. Ja. Je had bijna wat? Ik heb bijna 100 volgers. Woehoe! I know! Subscribers noem je dat, hè? Op YouTube. No. No, no, no. Ze noemen het abonnees. Oh ja, ja, ja. Oké, oké, oké. En hier is Fubuki. Lelijk. Hallo. Hallo. Ook streamer op Twitch. Ik moet echt niet zien. Ja, ja, ja. Ik ben wel benieuwd. Alleen in het Engels, dus ik ben nu niet aan het streamen. Oh, dat geeft niet. Nee. Want Fubuki streamt in het Engels. Ik had iemand die was nieuw op de stream. Ik denk, ja, ik vertel even wie er allemaal meedoet. Ik ga de sheriff halen. Oh? Wie is de sheriff? Wie is dat dan? Dat was wel sus. Vinden jullie niet mij killen? Ik ga je niet killen. Jij zegt, ik ga de sheriff halen. Sus. Haal de sheriff. Wie is de sheriff? Super sus. Laat me met rust. Laat me met rust. Maar ik vind dit maar, nee, jullie zijn doet toch niks? Helemaal niks. We doen helemaal niks. Inderdaad, jullie doen niks. Ja, maar er staan gewoon te kletsen hier. We zitten gewoon ga even te kletsen. Dit hoort bij de proximity mod. Kan je gewoon lekker mee kletsen met elkaar. Ze zijn het gewoon. Ja, maar... Oké, ik ga mijn taak doen, oké? Okay? Ik vind het echt... Sorry, Dionne. Het spijt me. Sorry. Dat kletsen. Wie is hier? Nee, ik was altijd bij jou. Dylan, wie was er aan het... Wie hoort... Roel, hoorde jij nou de hele tijd Jesse over de hele map? Ja, ik ook. Ja, ik ook. Dat is Roel. Die was bij mij. Huh? Dylan, het was Roel. Want ik... Want daar waren ze nog over aan het kletsen. Ja, ik herken die stemmen nog niet, dus ja. Nee, Dylan en ik zaten in boiler dingen die veel canisters te doen. En in één keer zagen we bloeddruppeltjes door de muur heen komen. Dus wij lopen naar buiten, toen lag Kitta daar dood. Maar volgens mij was ze met Roel aan het kletsen. Kitta dood. Ja, Roel die zat te vertellen Roel dat het hij toch niet... altijd zelf toe, dus Roel, zeg eens even. Man, nee joh. Drukte jij per ongeluk op Q, John? Dat wij het dus niet zijn, want wij waren heel de tijd naast je. En toen kwam er niks meer uit. Tegen ons te zeggen dat we aan het kletsen waren. Ja. En niet onze taak aan het doen waren. En dan waren wij ineens beschuldigd door Onedy. Nou, dit is wel echt. Ja. Wat gebeurt hier? Dat is de stem die ik ooit heb gehoord. Nou, het was Dionne sowieso niet, want dat is de enige stem die ik herken, zeg maar. Ja, volgens mij stond Kitta daar sowieso. Die was dood. En volgens mij was ze nog steeds met Roel aan het kletsen. Over ja, het was dat niet Roel, met een dame. Jesse nog steeds hoorde over die Fubuki over de hele map. Dat zat Roel de hele tijd te vertellen. Fubuki was heel eng aan het doen met Rick. En toen ik er aankwam, werd ze ineens heel stil. En toen zei ze, nee, Fubuki streamt in het Engels. Dus hij kan nu niks meer zeggen. En toen ging ze heel raar achter me aanlopen. En ze deden de hele tijd niks. Ik en Rick waren gewoon aan het kletsen. En toen kwam jij en toen hadden we daar een heel gesprek heel over. Verdacht. Maar we stemmen dus op Roel. Ja, maar Roel, jij was toch in O2? Roel was in O2 met Kitta. Ja, oké, Roel. Oh, wat ben ik slecht. Ja, dit kan echt niet door, Roel. Nee, echt. Ja, maar dat bloeddruppels komen door de muur, dan weet je dat. Wat slecht. Als je dit in ieder geval dood, dat splet echt gewoon overal doorheen. Moet Jesse eventjes Ctrl-R doen dan? Want anders als hij de over de hele map door, is niet de bedoeling natuurlijk. Nou, daar gaat. Doei, Roel. Ik hoor die trouwens niet hoor, alleen Roel zei dat. Oh, oké. Goed, werk dit. Hallo. Ja. Hallo. Zo, ik moest even een grapje doen. Ik ga terug naar O2. Als ik dood ben, ik ben terug in O2. Oh jongens, ik heb nog geen... Oh nee. Laat weer dicht. Nee. Gelukkige mensen. Hey, je kunt de deur open doen als je die... Oh, je hebt hem al. Ja, ik hoef jou ook nooit wat uit te lachen, hè. Ja, sorry man. Rick
is sowieso... Nee! Ik sta hier een taak te doen! Ah, ik hoor... Oh. Ik heb gewoon 10 poppetjes in deze game rondom. Ja. Die deuren, jongens. Hou op met die deuren. Ik word er gek van. Hey Ilona, dankjewel dat je weer een super hebt gegeven. Aan wie had hem gekregen? Aan Cherie? Nee? Aan? Aan wie had je hem gegeven? Ik kan het niet meer terugzien. Of kan ik het wel terugzien? Nee, mijn hele ding is weer... Oh ja, creatieve, creativera. Gefeliciteerd. Super lief. Even... Oh my god. Hey, wie was dat? Oh. Jawel, heel fijn. Het is Attica. Huh? Dit is echt prachtig. Hoezo? Ik weet nog niet wat het is voor, bij O2 of zo. Ik liep daar weg. Ik liep weg en ik fakte, dus ik liep weer terug. En ik kon letterlijk Creatchick zeggen, Attica, maak me niet dood. En zei ze, jawel. Oké, ja, stem maar. Ik heb toch geen kans meer. Het is een grap en ik loop daarheen en ik zie echt een leeg. Hatsa. Ik had het niet meer geloofd. Na oh, Attica. Oh, oh, oh. Sorry. Oh. Sorry, Maris. Nee, wat een schande. Ik had nog te goed. Namelijk het vorige potje toen ik in Boston was. Toen stond in de boilers. En toen zei ze, de vorige keer toen je dit aan het doen was, was je het aan het faken. En toen maakte hij me dood. Dus toen zei ik, zoals nu bijvoorbeeld. Toen maakte ik hem weer dood. Dit is gewoon een dus bij mij. Rea was, denk ik, een paar potjes geleden. Ik zeg, oh, dit is echt een rottaak. Zegt ze, nou, zal ik je er dan maar van afhelpen? Ja. En toen hoorde je het heel alleen nog maar. Oh nee. Oh nee. Ja, mooi, mooi, mooi. Thanks voor het redden. Oh no. Thanks. Oh, nou, ik zag niet dat hij daar was. Sofiane. Tuurlijk. Ik stond achter de muur te gluren. Zag je weer mijn bloed? Nee, ik hoorde dat gewoon. Ik hoorde dat gesprek. Ja, ja, dat kan natuurlijk ook nog met proximity chat. Gaan we weer. We gaan er lekker vlot in, daar hou ik van. Sorry, hoorde ik dat goed? Check mijn mooie groene hoed. Hoed? Ik heb een mooie groene hoed. Links, midden. Ik ben nu een soort van. Een soort van model cowboy. Nou, ik blijf even uit de buurt. Hey, wat Hallo, ben jij vaak in Boston vandaag? Ja, echt waar. Dat is echt bizar. Nog nooit zo vaak achter elkaar, of wel? Nee, maar ik ben ook nog nooit die sheriff geweest. Nee, ik ook niet. Echt nog steeds niet. We spelen het nu hoe lang? Tweede keer. Ja, maar dat is best wel veel potjes, toch? Ja, nog steeds niet geweest. Hé, hey, maar we moeten wel bewegen, want anders vindt Dionne ons zus. Ja, oké. Okay. Doei, doei. Doei. Ja, we gaan wel even hier. Ik heb echt wel echt alleen maar rottaken, jongens. Oké, dan. Ja, kijk. Het gaat nu nog goed. Ik ga goed op de deuren letten. Eens even kijken waar iedereen is. Office, laboratory, weapons, O2. Oké. Veel mensen bij weapons. Hey. Hoi. Er is iemand dood. Oh. Blauw is dood. Wie? Roel. Oh. Ik had hem net nog, was ik met hem aan het praten.
Waar was hij dan? Specimen. Nou ja, de laatste keer dat ik hem zag was boven in Laboratory, maar daarna ben ik naar Specimen gegaan. Ik zag hem daar ook inderdaad langs lopen. Wacht ervoor. Dolly snoepje. Nee, over 3 minuten is het pas weer tijd voor een Dolly snoepje. Oké. Okay. En? Lukt die? Jeetje, wat een... Sorry, ik was alleen met Meli en Kit en ik maar één keer te twijfelen of ik ze wel kon vertrouwen. En toen werd Roel gereport, dus ik schrok zo hard dat ik heel hard moest schillen, sorry. Ja, hoe heet dat daar? Wacht, ik pak even de polismap erbij. Hey, ik ben al klaar met mijn taken, ik weet niet wat iedereen aan het doen is, maar... Ik ook bijna. Ik ook bijna. Oh, sorry, ja, ik moet er echt nog vet veel. Ik had map-based scan, maar ik probeerde alleen maar... Nee, ik probeerde mensen mee te sleuren naar de map-based scan. Toen had ik uiteindelijk Meli en Kitta. Wat kreeg je dat gewoon? Hoe is Kajacek zo langzaam met de task? Zus. Oh, zo, zus. Nee, ik ben niet zus. Ik heb map-based scan. Wie heeft scan? Hoe heet dat nou? Fubuki had scan, dus Fubuki is safe. Ja, ik heb ook scan. Ik probeer dat alleen maar op te zoeken. Nee, Je hebt daar zeg maar toch die boom en zo, tussen de boom O2. Die O2, maar dan, je hebt dan in het midden zo'n vierkant staan en daar in dat pad lag die. Oké. Gewoon bij die ingang, je loopt die ingang binnen en dan links van die, nou ja, in ieder geval daar. Oké. Okay. Nice. Ja, gewoon in het midden van O2. Ja. Nee, naast O2 in dat vierkantje waar het pad ligt, daar. Ja, jeetje, je kan toch horen? Nee, ik snap er niks van. Alleen daarom zouden we eruit moeten stemmen eigenlijk. In Netway of in Specimen, ik snap er niks meer van. Okay, nee, gewoon naast O2. Niemand heeft wat gezien. Ik denk dat het zout is. Zout zijn. Dat moet hem zijn, haar. Dit is weer een glitch, want zout op zijn. Mijn beeld ben ik dood en is Roel nog levend. Oh, dat is vast straks over. Oh nee. Ik denk dan dat het Jesse is, dat is een echte imposter glitch. Dan is het limbo. Limbo. Waarom zegt limbo niks? Het is de donkergroene, de zout zijn, salt R. Ja, die vond jij salt, raar. Oh, salt zijn. Ik dacht echt, waar heb jij het over? Ja, want ik wil gewoon even op je checken, joh. Ja, maar jij bent dit linksonder geweest en daar lag de body. Dylan's zus. Ik heb geskipt hoor jongens. Waarom Dylan zo veel? Wat doet Dylan? Wie stemt er op? Mr. Hogan's, you're so sus. Oh my god. Van hoe dan? Oh my god. Maar Dylan was helemaal niet Dylan. Dylan was de hele tijd weapons aan het doen. Sorry Dylan. Met zijn pew pew pew. Okay. Ik ben al klaar met mijn task. Wat wil je helemaal doen? Ja, ik moet scan. Maar hoe kan je al zo snel klaar zijn? Ik heb er zelfs nog één. Ik doe gewoon mijn task. Ja, oké. Oh no. Please don't kill me. I don't wanna be killed. I am doing lights. Let's run. I'm doing lights. Don't press the buttons. I've already done the lights. Oké, good, good, good. Ik glitch ook even aan de buitenkant. Mijn stem lijkt alsof hij nog buiten stond. Oké, ik ga snel mijn taken doen hoor, voordat iemand boos wordt. Rick gaat snel zijn taken doen. Even. Voordat iemand boos wordt. 1200. Is een fast film, mensen. Ja. Rick staat hier niks te doen. Rick, ga zijn taken doen dan. Laat eens even je hoofd zien. Rick, ga je taken faken dan. Ja, rust. Wat, hier. Wat is het? O2 canister. Hey Rick. Hey. Ja, lekker. Canister vullen. Laatste taakje, of... Nee, nog eentje. Inspect sample. Zullen we die nog even doen? Ja, ik loop wel lekker mee. Ik heb nog niks te doen. Het klinkt als... Huh? Zeg nog eens wat? Klinkt als... Wat? Oh, nee, oké. Okay. Rob? Oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Ja, ik vertrouw dit programma niet meer. Oké, okay, we gaan inspect sample ik doen, jongens. Ik vertrouw dit programma ook echt absoluut niet. Wat? Wie, wat? Nee! Hoe dit is. Arme Kajacek. Oh, maar ik dacht echt dat zij zus was. Ze lag echt op de scan. Ja, op de scan. Oh, serieus? Maar ze zei al dat ze scan had. Oh. Dus iemand is met haar meegelopen en heeft haar doodgemaakt. Ja, en heeft haar daarna meteen gereport.
Nou, voor Boek is hij wel, oh, iedereen leeft nog. Jij bent wel zacht. Klaarblijkelijk. Ja, maar dat is dan daarna gebeurd, want dat is alweer, ik denk, 20 seconden geleden of zo. Is er iemand meegegaan met Kerecheck? Ja, weet ik veel. In ieder geval, ik keek op Vitals en iedereen leefde nog. En dat zei ik tegen iedereen die tegenkwam. En toen blijkbaar is nu Kerecheck dood. Maar ja. Maar Fubuki was bij ons. Dat was helemaal bij O2. Ja, okay. Dus dan moet het wel heel lang geleden zijn. Dus die heeft deze kill niet gemaakt. Dan weet wie, ik deze, niet. Wie deze kill potentieel wel heeft gemaakt, is een van de dames. Kitta, Attica, ja. Onody. Wat? Zout. Onody is wel echt safe, want ze is met Dolly of zo. Ik was Dolly een snoepje aan het geven. Ja, ik hoorde dat. Dus zelfs dat safe. Nu nog één. Ja. Hier, ASMR. Oh, oh my god. Kitta, die hond gaat, ze wordt zo dik. Oh nee. Jij ging toch mee met Kretschik voor die scan? Ja, twee rondes geleden. Dollyke. Waarom hoor ik Kreetje? Okay, even Kitta niet. Maar, ben ik mee enige die wat heb jij? Wat heb jij? Nou, ik zet jullie wat, terecht. Mijn taken. Ik ben klaar. Dus nu heb ik zeg maar, ik ging gewoon rondkijken, kijken of wie er dood was. En Kreetje is dus dood. Maar we moeten, we hoeven er niet zoveel meer, toch? We gaan nu toch niet stemmen nemen aan, want we weten het niet zeker. Het dingetje is bijna vol. Maar we zijn met z'n zevenen, dus we kunnen nu toch niet stemmen. Dus dat is een kleine skip. Ja. Hebben we wel een verdachte? Ja. Casual skip. Ik heb, toch een klein beetje skip op Meli, maar de dames is op dit moment... ik zit op Kitta, maar gewoon omdat ze zo... Ja, niet zo op Kitta zitten. Die arme meid wordt zo hartstikke plat van. Ik dacht dat we een grapje maakten. Ik wist niet dat we... Nou ja, laat maar. Ik ben wel blij dat ik je weer hoor, Kitta. Ja, we zijn allemaal blij om Kitta weer te horen. Wat lief. Oh, ik heb een taken klaar. Wie is nog niet klaar? Inspect sample. Rick. Let's go. Maar... Wacht. Oh, je moet hem nog... Ja, ik... Nee, jongens, ik moet... hoe gaan we lopen? Hey. Ik ben... Hey, hoi, Onody. Hoi. Hey, niks hoor. Hey, niks. Het is niks hier. Hey, dames. Hey. Hey, wie is het volgens jullie? Hey. Nee. Nope. Ja, doe. Nee. Hallo. Nee, kom weg. Misschien is dat... Huh? Au! Ja, dat was toch daar gebeurd dan, hè? Ja. Wat, wie, hoe? Ik spamde gewoon de report button. ik dacht gewoon, het gaat zo gebeuren, dus ik klikte gewoon. Oké. Nou, ik moet wat bekennen. Ik ben de sheriff. En ik heb de laatste taak. Dus ik wil het zo afspreken. Oh. Degene die het meest verdacht is, die ga ik killen. En als ik zelf doodga, dan maak ik gewoon de taak af en heb alsnog gewonnen. Of je maakt gewoon je taak af? Nee, want ik wil natuurlijk iemand killen. Ik wou het zeggen. Ja, dat zou een imposter ook zeggen. Je bent sheriff niet voor niets. Inderdaad. Oké, maar wie is het meest verdacht dan? Ja, dat is inderdaad één van de dames. Nee, ik denk Rob. Wat? Rob? Hij gaat wel hard op de dames. Dat is zo... Hij gaat inderdaad wel hard op de dames. Maar ik denk niet dat hij... Dit is zo'n feit. Dat hij in dit geval een imposter is. Ik heb niet eens tijd gehad om te killen, man. Ik heb maar jullie zijn allemaal klaar, dus het is hangt echt van mijn taak af? Ja, ik ben klaar. Oké, ik pak gewoon een random iemand dan. Nou, niet mij, alsjeblieft. Als je echt nog een taak hebt, dan... Nee, hallo, ik wil niet dood. Waarom ben jij zo langzaam? Ik had gehoopt dat ik de imposter kon killen. Ja, dat snap ik. Alleen, het is niet helemaal duidelijk. Maar kan je dan nu wel naar je taken rennen? Ja, sorry man. Ja, ik ga die taken doen. Als je me maar niet doodmaakt. Ik ga lights fixen. Oh, ik moet toch 36 seconden wachten. Saai dit. Ik wilde iemand killen, jongens. Nou moet ik die stomme taak doen en dan is het klaar. Dan hebben we gewonnen. Hey, waarom niet? Hey, ik was niet de enige met nog een taak. Hallo? Jongens? Hallo? Hey. Hallo? Hallo? Hey. Hallo? Ik drukte meteen op kill! Oh.
Hoe dan? Nee! Ik wist het al bij die Madbase scan toen je me wilde vertrouwen. Echt drukte meteen op kill, jongens. Die zijn niet te vertrouwen. Ja, moeilijk is het altijd, hè? Hoe hebben wij gewonnen? I don't know. Lekker, high five! Maar, hey, even, wie had die taak nou nog? Rick. Want... Hey, je moet niet zo ver wegrijden, want dan horen we je niet meer. Ik hoor hem überhaupt niet. Wacht, ik ga even refreshen. Iemand in de verte die schreeuwt een beetje. Mag nogal, ik plassen? Ja. Ik weet niet precies waar het om gaat, maar misschien moeten we gewoon weer starten. Dylan moet even refreshen, want we horen hem niet meer. Laten we nog één potje doen en daarna moet ik echt plassen. Plaspauze! Ik heb geen idee. Kan iemand even tegen Dylan zeggen dat hij moet refreshen? Dylan, je moet refreshen. Gaan we nu een plaspauze houden? Ja, Ctrl R. In Discord. Gaan we nu een plaspauze houden? Hij zit toch niet meer in Discord? Ja. Oké, plaspauze. Tot zo. Nee maar, plaspauze. Oké, plaspauze. Nu Dionne. Ja. Nu Dionne. Ja, nu. Plas. Dollycam. Plas nu. Hoe kon dit fout gaan, Rob? En? Ja, wil je een eerlijk antwoord? Want als jij echt nog een taak had, dan... Luister. Ik had die taak meteen gedaan, hè? Ik ging naar boven om die taak te doen. Ik ga even naar het toilet, jongens. Je had gewoon voor een kill moeten gaan. Ja, maar luister nou. Ja. Ik dacht, we hebben nog één taak. Ik had nog één taak. Dus ik heb die taak afgemaakt. Ja. Toen rende ik naar beneden. Ik zei, hé jongens. Er zijn nog meer taken. Ja, je hoort wel veel, maar... En toen kwam ik ze tegen. En ik zag Kitta killen. En ik druk meteen, spamde meteen op die killknop. Ja. Maar ik was toch te laat. Volgens mij werkt het echt gewoon zo slecht met zoveel mensen. Dankjewel, Miss Midnight. Heb ik? Ja. Oh, Miss Midnight. Oh, thank you. Kan je Ctrl-R doen? Oh, Miss Midnight. Ja. Beter? This is one sexy name right there. Hello? Miss Midnight. Hallo. Hallo. Miss Midnight. Oh my god, I'm sharing them. Hey, dankjewel, Nienze. Miss Midnight is echt een intens, spannende naam. Ik heb al geen rust. Je ziet een beetje witjes, Rick. Oh, ja, Rick. Sorry man, ben je een beetje ziek van de potje van net. Gebeurd? Rick, waar is je kleding? Waar is Rick überhaupt? Ik zie hem niet. Ik heb al drie keer Ctrl-R gedaan. Iedereen vraagt het. De enige die het niet hoort is Dylan. Ik kom terug van de wc. Ja, ik hoor Dylan net wel. Ik ben er weer. Ja, ik ben er ook weer. Ik hoor alleen maar Rick. Wow! Wacht, ik kies het wel in Discord. Ik hoorde Dylan net wel, maar toen heb ik daarna Ctrl-R gedaan en toen hoorde ik Dylan niet meer. Ben ik weer. Hallo, welkom bij. Hey Dylan, als je me hoort. Je moet eventjes Ctrl-R doen in Crewlink. Speedplus. Want we horen je niet. Ik heb al Ctrl-R gedaan. Wie? Nee, Dylan. Dylan? Oh ja. Dylan. Kan iemand even een private message op Discord dan of zo? Nee. Ja, dat was gewoon. Via de chat. Ik was al. What's up? Dylan. Oké, okay, bye, Attika. Oh, Attika is eruit. Doe even. Ja, en Hugo zit ook nog steeds te wachten, hè? En hoe heette die ander? PJ Cole? Matthijs. Ja, maar die had ik al gezegd dat we te veel mensen hadden vanavond. Dus ik had al tegen Matthijs gezegd dat hij vanavond niet mee kon doen. Dat was geen probleem. Hallo? Maar Hugo die zit natuurlijk nog wel steeds te wachten. Roel, zou jij anders even met Hugo willen ruilen? Nu? Ja, anders vind ik ook zo sneu. Jongens, ik ga wel weg. Ik ben moe. Oh, weet je zeker? Oh, lief. Ja, zeker. Oh, oké, wel super. Dankjewel. Heel dank, heel lief. We hebben wel geëindigd op een goed potje. Ja, dat was netjes hoor. Baalde nog steeds van. Yeah. Oké, nou slaap lekker. Thanks voor meedoen. Thanks, bye. Dankjewel. Dylan. Doei. Dylan. Oh, zout is eruit. Zout is. Oh, zouter. En Hugo hoort me ook niet. Oh, zouter landen. Nee, Hugo heeft hem op Defend staan. Dus dat is echt mega onhandig. Maar Dylan niet. Maar die hoort me even goed niet. Wacht even. Die zit nog op de wc waarschijnlijk. Nee, ik zeg al de hele tijd. Je moet even refreshen, man. In Crewlink. Even Ctrl R doen. Dylan Hogans. Heel zachtjes in de achtergrond. Dylan Hogans. Hogans. Waar ben je? Hey, Onadie. Ja, kijk. Daar is hij hoor. Kunnen we al beginnen? Dion.
Ja, ik heb Hugo. Hugo zit nog steeds te wachten. Dus we willen nu Hugo erbij doen. Maar Hugo heeft alles gedeppend in zijn Discord. Dus we weten nu niet hoe we hem een berichtje moeten sturen. Dus ik heb het nu maar in general gestuurd. Eventjes van... Nou, we kunnen wel gewoon beginnen. En dan als hij erbij komt, dan... Horen jullie mij inmiddels? Ja, zeker. Ja, daar zijn we weer. We gaan weer verder met spelen. Even een plaspauze. Zo, heeft iedereen lekker geplast? Zo, witte dokter is ook bij. Very good to know, deze details. Oh. Ctrl-R. Ctrl-R. Oh, gaat niet goed. Hallo. Horen jullie mij wel? Roel ook. Ja, ik hoor Aga. Alleen meneer. Over 3 minuten kunnen ze weer een dolly snoepje kopen. Oh, ja. En ik hoor Dionne. Ja. Hallo. Maar ik hoor Dionne. Ja, Fubuki. Ja. Ja, maar het zijn wel hele kleine snoepjes. Rick hoor ik nu ook weer. Ja. Ja, nu gaat het goed. Oh, en Kreetje hoor ik ook weer. Was ik... En Limbo is weg. Nee, waar gaat hij nou heen? Dylan! Hoe durf je? Hogan's. Ja, jullie zijn toch niet Hugo vergeten, hè? Want Hugo zit nog steeds te wachten. Dus... Kijk, dat is beter dan Limbo. En dan kan Hugo weer terugkomen. Maar... gewoon een berichtje gestuurd, maar Hugo die reageert nog niet. Dus... Iemand vraagt wat een dolly snoepje is. Een dolly snoepje? Nou, mijn hond die zit hier naast mij. En die kan snoepjes geven. En dan kunnen mensen bij 10.000 kanaalpunten kunnen ze inleveren... om Dolly een snoepje te geven om het kwartier. Oh. Ah, nice. Ja, om het kwartier. Want anders wordt Dolly heel dik uiteindelijk. Als je ze is echt heel ongezond. Krijgt. Ja, heel wel heel leuk. Hey, Hugo! Echt een leuke toepassing. Hey, Hugo! Ja? Ja! Oh shit, Hugo, moeten we weer controleren. Ja, ik haat jongens, Maris moet ook kunnen plassen. Ja, sorry, dat gebeurt ook al eens. Ik ben ook maar een mens. Nee, mag niet, Maris. Yo. Nee, hè? Yo. Ja. Kijk, beter. Yo. De enige ding die nog niet hoort is yes. Limbo, je ziet zo bleek. Die hoor ik ook, die zei gewoon niks. Hey, en Dylan, had ik zijn stem goed nagedaan? Wie stem? Van Hugo. Zeg nog eens wat Hugo. Idee hoe Hugo klinkt. Ik heb er een limiet op gezet, jongens, voor de stream. Hugo. Anders wordt Dolly heel erg dik. Dus zeg om het kwartier mag Dolly een snoepje als... Hoi. Wow. Ja. Ah, ik vond het één op één, hoor. Start! Ik ga hem starten, want... Ja, let's go. Start. Een mooie outfit heb je. Start. Doe alsjeblieft wat anders aan. Heel mee. Wow. Hebben jullie wel eens een droom in een droom gehad? Wie fake keys? Inception. Ik zit een keys te doen, ik kan niet zien want ik zit... Dylan? Ja. Wat? Kunnen we even met je praten? Ja, natuurlijk. Wat doe jij? Wat zit je daar te doen? Wie is er hier, sheriff? Oh, je bent aan het chillen. Hey, yo. Oh my god. Wat was dat? Ben jij de sheriff? Ja! Nice! Ik denk hoor! Nice! Sorry. Die arme Dylan die denkt nu, what the fuck is hier gebeurd, jongens? Wat is dat? Nou, we gaan chillen! Dylan! Nou, arme jongen! Ja, Dylan was toch de imposter, denk ik. Maar nu, wie is de ander? Of, Attica is de imposter. Hè, ze kunnen me niet horen, want de komst is gesaboteerd. Ik hoor je wel. Upload. En hij doet downloading. Ja, hoor je. Het is gelukt. Yeah. Ja hoor, maar ik hoorde jullie de hele tijd al. Ik zeg of Attica is er in een. Yes, ik heb hem gefixt. Nee. Dat kan niet. Nee. Heb je het al gehoord? Nee, Dylan zat wel duidelijk keys te faken. Ja. Dylan was keys aan het faken. Nee, Attica had Dylan gedood. Ik zit Attica met de sheriff. Zoals ik straks dood. We hadden helemaal geen keys. Nee, daarom juist. Wij zullen ze allemaal Dylan. Kunnen we even een beetje praten? Wat zou je dat doen? Chillen, zei hij. Doen we even een emergency... meteen. Doen we even een emergency meeting dan. Hoezo? Nee, want Dylan zit hier vast nu bij als spookje, want die snapt hier helemaal niks van. Hoi, Dylan is dood. Ja, we leggen het zo wel uit. Ja. Maar ik moet heel veel taken doen. Same. Alles. Hé, maar Attica. Ik ga wel met jou mee. Is Attica je nog? Nee. Attica is boven. Ze moet eigenlijk die andere nu ook even eruit filteren. Ja, dat zou wel chill zijn. Dat zou heel chill zijn. What you want? Hey, Hugo. Ik hoor Hugo. Ja, ik hoor Hugo zingen.
Ik hoor Hugo niet. Hugo, de lichten gaan uit. Shit. Dit kan natuurlijk niet, hè? Waar is de sheriff? Waar is... Is iedereen... Waar is... Is hij onderdood? I am. Is hij onderdood? Hoe zwaai ik dit ding? Oh nee, we hadden het over de string. En over is die onderdood? Wit is dood! Wit is klaar! Wie is wit? Wie is wit? Dat is Dylan. Oh, hè? Die hebben we zelf doodgemaakt. Oh ja. Als nou van die lichten afblijven. Hoor je mij? Ja, zeker. Ben je al bijna klaar of wat? Bijna. Ik moet nog even naar Matt B. Ben je mee? Ja, sure. Ik heb weer niks te doen, hè. Dus lopen we weer zelf mee. We gaan naar camps. Daar gebeurt nooit wat. Weet iemand waar je op camps kan zitten hier? Helemaal aan de linkerkant. Oh. Oké, man is dit. Oh, waar? Waar was het? Wie was het? Oké, ik denk dat ik... Oh shit, ik heb die game iets hoog. Oké, ik denk dat ik Rick zojuist voor een deurtje zag staan. En toen deed ik hem open en toen zag ik Fubuki dood liggen. Rick. Waar was dus Rick? Explain yourself. Was jij dit? Explain yourself. Ik liep wel met Fubuki mee. Ik zag een masker en die heeft Rob aan en Rick. En ik zag die voor een deurtje liggen. Dus ik dacht, ik ga eruit en ik zie een lichaam. Dus het is ieder Rob of Rick. Ik dus was bij twee mensen, dus... Ja. Ja, oké. Okay, dan was het toch Rick. Ik liep achter Onnedi aan. Onnedi die kwam ons tegen en die zei, waar is Cam? En die liep weg. En nou, dan liep ik achteraan. Je liep niet achter me aan. We kwamen elkaar tegen. We kruisten elkaar. Ja, maar daarna ben ik achter je aangelopen. Nee. That's sus. Ik heb Rick niet gezien. Achter dat is wat anders. Ik zag hem. Hij ging gewoon naar Specimen. Daar liep Rick, hij heen. Ik zou je bijna willen vergeven om die nice string, maar... Ja, ik heb er ook wel stem. Sowieso. Okay, dat zou ook de eerste keer zijn dat werkt. Oh, sowieso. Het is nieuw fashion. Een beetje simp gedrag hier. Simp? Oeps. Nou, doe je alleen Rick was het er niet mee eens. Wel, alleen, dankjewel voor het antwoorden op een vraag. Ik dacht dat je was het Rick? Ja! Ja! Yeah! Maar dit is echt heel moeilijk. Sorry! Ja, nu wel weer. Helemaal geregeld. Dylan. Ik heb deze hele game gespeeld. Ja, Dylan, luister. Ja? Jij was een imposter. Ja, dat is wel. Zo ver ben ik nog in het spel. En Antika was een sheriff. Yeah. En jij was de enige die Keys stond te doen. Maar Keys is een taak die heeft of iedereen of niemand. En jij was de enige die daar stond. Dus wij zeggen, wat doe jij daar? En jij zegt, chillen. Dus Antika dacht, oké, ik maak Dylan dood. Dylan is sowieso imposter. Ja, maar weet je waarom ik zo... Ik mag niet schelden. Waarom ik zo ziek in de war was? Nou, kijk eens in de algemene general chat van Discord. Ja, ik zie het. Ik zie het gewoon nog. Ik was dus gewoon iedereen aan het vermoorden. Ik speelde dit spel. Ik snap er helemaal niet van. Nou ja. Op een gegeven moment zit ik in de chat en ik dacht, wat is dit? Ah.
Ik moet wel zeggen. Ik dacht, het is een ander spel of zo. Als je imposter bent, glitcht dit. Snapte er niks van. Is de game als je imposter bent, glitcht dit echt heel hard. Want ik had ook een imposter. Dankjewel. En toen hoorde ik een cadeaustukje. Oh, sorry. Toen hoorde ik verboek je de hele map. Ik heb het neergelegd daarboven bij die keys. Oh, jongens. Start. Ja, voor de volgende keer moeten we echt even die update doen. Moeten we maar even de update doen, want het zal niet van niks. Start nou. De imposter heeft altijd glitches. Klik op start. Ja, klik op start. Yeah. Start. Oh, sorry, ik heb het gestart. Let's go. Start dan. Nee, gewoon glitchavond vanavond, blijkbaar. Gaat die meer net doen alsof, hè? Het is sowieso Attica. Attica, jij bent het. Hoezo? Want je kan geen van zo'n ding kan je niet doen, toch? Jawel, ik had links boven die taak. Nee, die is niet komen. Zullen we even fuel doen? Hoi. Hey. Samen. Dat was even. Echt vuurnet, vriend. Oké, doei. Oh, hoort me niet. Hij redt gewoon standaard weg. Hij redt gewoon weg. That's what you call. Ja, hij is gewoon bang een blauwtje lopen. String. Ik denk het, wel. Ja. Waarom heb je een string? Waar heb je een string? Ik kijk. Nee. Nee, hey. Niet hier. Ik. Wie staat er in een string? Ja, ik, Dylan. Ja. Ik. Huh? Op stream of wat? Ja, sowieso. Altijd voor de views. Dat werkt goed. Ik heb helemaal geen haar hier. Oh, huh? Oh mijn god, ik schrik. Wat gebeurt hier ineens? Wat is er? Ik dacht dat Attica me gekild had. Oké, Rob, wil je even Ctrl R doen? Ja, Rob, ik hoor net dat jouw stem, het begint me echt out te creepen gewoon. Jongens, okay. Yeah, is dat not the dream? Ja. Nou, het is een nightmare. Misschien. It's more like a nightmare. Oké, skippen. Skip. Oké. Skip. Dat was het enige wat ik wou zeggen. Dit was alleen maar. Voor Robson audio. Ja. Ja. Ja, ja. Wat? Wat? Heeft hij wel verpest? Ja, maar één keer. Sowieso dat Rob op mij stemt, want ik stem op hem. Dat dacht ik al, ja. Holy shit. Hallo. Hey Kitta, kan jij wel eens wat zeggen? Wat? Oké, dank je. Ja, nee, oké. Okay. Ja, 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 ja. Oké, weer terug waar we gaan. Ja. Nu wel. Nou, terug naar de boiler room. Oh. Ik ga naar Specimen als ik dood ben. Chillen. Hey, vriend. Hello, my beautiful man. You look nice. We're nice. Oh, moet je deze weer doen? Gewoon in één keer. Oh, nice. In één keer. Ik doe deze. Doe je die of fake je die? Weet ik niet. Wat doe jij? Ik doe gewoon deze, maar ik hoef hem alleen maar aan te klikken en dan moet ik gewoon wachten. Ja, maar ik moet die namelijk ook doen. Oh, oké, okay, oh, ja, maar. Hier. 1, 2, 3, 4, 5. Nee. Blijf maar weg. Nee. Ja, dude. 3. Huh? Hè? Dat was raar. Oké. Okay. Plus content. Ja, wow, oh, super dood. Oh. Oké, okay. Wie is er dood? Ah, oh, was nee. Hij toch niet? Oh. Huh? Hij was net nog bij ons in de buurt. Ja, ik loop ook door. Ik sta bij jullie, ik loop naar beneden en daar ligt hij. Attica? Hé? Bij wie in de buurt? Kitta, ik was bij jullie. Kitta, toen wij boilers aan het doen waren, was Attica er toen de hele tijd bij? De hele tijd? Ik was die wielen aan het doen daar beneden. Ja, dat geloof ik wel. Die duurt echt heel lang. Wat was aan het doen? Die waterwielen. Right. Ja, en waar lag Dylan dood? How am I supposed to know? Rob, waar lag die? Dat zeg ik stond net bij jullie en ik ben daar de deur uitgelopen. Oh. Ja, hij lag buiten. Dus de deur naar buiten, naast Boiler Room. Ja, maar dan is het dus niet Attica, want dan had Rob het wel gezien, toch? Nee, die kwamen van boven samen met Roel. Hij kwam van boven vanaf Electrical. Dus de enige die beneden waren wij drie. Nou, ik ben de hele tijd bij Kitta geweest als bodyguard, dus dan moet het wel Attica zijn. Oef. Weet je het zeker? Attica, heb je iets te zeggen? Want ze is niet met ons meegelopen naar die boom naar boven. We waren toen met z'n tweeën. Ik was waterwielen aan het doen. Maar waarom niet toen wij daar ook stonden dan? Ik denk dat jullie stonden daar en toen gingen jullie naar boven.
Ja, die waterbieden duren hartstikke lang. Ja, ik had er allebei. Dus het zou kunnen dat er dan toevallig dan iemand aan is komen lopen en daar meteen Dylan dood heeft gemaakt. Want dan moet het dus die ik denk wel dat dat of Rookie zijn of Rick. Ik wil heel graag weten, even tussendoor. Ik wil heel graag even tussendoor weten, zeg maar, Dion. Ja? Wat voor tasks heb jij? Weet ik veel, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Onthouden jullie al je tasks? Ja. Nou, ik niet hoor. Sorry, ik had altijd dingen op overstaan. Oké, ik gooi op dit moment heel erg veel zes op Dionne. Waarom? Even om met chat überhaupt onthoud ik mijn task nooit. Als iemand vraagt of ik... Nee, het is echt dat ik zwanger ben. Hoezo? Je weet ik veel, ik zie er blijkbaar dik uit vandaag. Ik ben niet zwanger. Ik ben daar niet in de buurt geweest in ieder geval. Dus dat is echt... Ik heb geskipt. Ja, ik skip ook. Ja, ik skip ook, maar ik heb wel... Gered! Bijna! Echt? Maar ik heb nog wel mijn zus op Attica. Attica, nu mag je me niet vermoorden, hè? Ben je zwanger? Ja, wat moet ik zeggen? Ik kan toch niet... Erg leuk. Met z'n allen, we gaan met basecam doen. Oké. Okay. Oh, als Roel klaar is met zijn met basecam. Let's go. Gaan jullie elkaar checken met scannen? Ga ik het Ah, nou, ja, vegan. Oh, iedereen staat hier. Oh, bloody hell. You're pagan. Ja, you're pagan, Roel is safe. Oh, yeah. Oké. Okay. Ik ben niet zwanger. Nee, ik ben niet iedereen zwanger. Iedereen is safe, Rick, volgens mij. Ben ik zwanger? Niet dat ik weet. Moet je me iets vertellen? En moet jij mij iets vertellen? Is dat nou niet beter gevraagd? Ik weet ook voor niks. Misschien komt het door het woord echo dat zo vaak voorbij is gekomen oh, in de chat. Ja, 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 maar nu is zijn. Het de hele tijd, nou jongens, jullie horen het, ze is niet zwanger. Oh, jongen, ik ben blij dat dat weer uit de wereld is. Ik zal zo eens in de stream terugkijken. Misschien was je wel gewoon echt moddervet. Ja, je weet het niet. Oh, als ik zwanger ben, dan straal ik altijd. Misschien... Oeh, eng. Waarom vraag je me even of ik zwanger ben? Ja, vraag ze jou ook of je zwanger bent? Serieus? Deze. Is dat iets nieuws? Nou, ik weet het Hallo. Niet. Zien we oh, ze zwanger. Vragen het mij ook. Dat is helemaal verkeerd. Ik word een spesifieke. Wil iemand... Oh nee, laat me niet alleen met Roel. Ik ben er ook. Rick is zwanger. Ja. Rick is zwanger! Oh, nee. Het is oké! Okay. Doei! Ja, maar dit zijn er vet veel, joh. Oké, gewoon met z'n allen hier. Ik moet hier downloaden. Zie Jonna, ja, en Rick, ja, en Attica, en Kea Chick. Wie is zwanger? Wie is zwanger? Wie is allemaal zwanger, joh? Ja. Gezellig. Ja. Hey, weet jij eigenlijk wie de sheriff is, Roel? Ben jij het? Oh! Oh! Oh, ik zei ja, die had gelijk! Oh, sorry, Roel! Waar is hij gevonden? Bij de... Ja... Bij die, hoe heet dat ook alweer? Bij die boeken, weet je wel, vlakbij. Bij waar ook die emergency tables waar we de emergency meeting doen. Oh, daar kwamen wij bijna bij. Daar zo, denk ik dat het Attica is. In het gangetje. Nee, het is Dionne. Ik denk nog steeds dat het Dionne is. Ja, ik denk ook dat het Dionne is. Zij al dat het Dionne was. Nee. Nee. Maar, ik ben niet meer heel geweest. Oh, jullie gaan zo stom maken. Op wie staan we? Ik wist al dat Dionne was. En toen wij in Space Bennet waren, was Dionne alweer mee. Dylan, dankjewel. Ja, sowieso Dionne. En de andere is Hugo. Ben ik dood? Dylan heeft gedoneerd en zegt omdat je een smerige impost. Ik weet niet, ik vind hem gewoon zus. Oh. Ik vind maar ik ga zus, mijn laatste kitta. Taak afmaken. Hé, hey, maar is, ja, hebben we niet een... Hallo? Hebben we niet een sheriff? Ik heb best wel veel taken eigenlijk. Ik ben hem niet. Ik ook niet. Nee! Ah! Oké, met z'n allen blijf bij mij alsjeblieft. Ja, ik heb download. Of upload, sorry. Upload. En daarna ja, maar dan kan je nog steeds niet zien. Maar okay, hoezo ben ik het? Ik ben het legit gewoon wie, niet. Maar wie is nou de sheriff dan? Ik ben zus. Want anders dan... Kunnen we toch gewoon... Er staat wel zo'n kill button bij mij, maar jongens, hij werkt niet ofzo. Jongens, ik hallo? Hallo? Ik hoor je gewoon ook, Kitta. Kitta? Hallo? Oh, oké. Okay. Waar hoor je gewoon, hoor. Ik hoor ineens niemand meer. Ah, nee! Nee! Get away from him! Yay! Get me away from you! Kill me! Please don't kill me! I'm pressing all the... Please don't kill me! Please don't kill me! Moet ik die knopjes drukken? Please don't kill me! Is het nou gefixt of niet?
Ja, ja, ik heb ze. Please don't kill me. Ik heb nog geen Fixed office. Jongens. Ik kom niet aan de buurt van. Oké. Zo. So, what? So I'm gonna kill you now. Nee! Nee! Ik ken het niet. Je bent eng. Ik weet het niet hoor. Hey. Kom. Is het hem? Ja, kom eens. Oh. Wat? Kijk. Heb jij dat gedaan? Ja, maar dan waren ik wil alleen laten zien dat ik het niet gedaan heb. Ja. Nou, maar je waren we toch met z'n allen toen het licht uitging? Ja. Ja, maar ik ben het niet ging via die andere kant. Toen zat ik van jou weg. Maar wacht, die zijn er niet van ons. Oh nee. Oké. Dus als we nu goed nadenken... Oh, iedereen was er. Ik heb mijn wiring afgemaakt en ik kwam Rob tegen. En vanaf dan ben ik met Rob een rondje gaan lopen, want hij vertrouwde me niet. Maar het zou best Rob kunnen wezen als jullie de hele tijd bij elkaar zijn geweest. Ik denk dat Creatic het is. Nee, echt zweer het. Ik was wiring aan het doen. Ik zei toch dat ik moet nog mijn laatste wiring taak doen. Ik ben daar niet eens geweest. Ja, ik heb ook dat wel gezegd. Of wie staan jullie nou? Ik wou net zeggen, Hugo praat te veel. What the hell, mate? Ik ben het echt. Oi, mate, I don't trust your shit, mate. I don't trust you. Oi, gotta get out of here. Wacht, dus iedereen heeft op mij gestemd? Nee, ik heb op Rob gestemd. Wat? Waarom? Rick, op wie heb jij gestemd? Ik weet niet op wie ik anders moet. Ik heb op Kretschik gestemd. Ja, Hugo. Okay. Nee, het is Hugo en anders is het Kretschik. Nee, ik ben het echt niet. Jongens, echt niet. Ik ben het echt niet. Wacht, Rick. Hugo. Rick, hadden wij dit potje sterren gedaan? Was dat dit potje? Vote. Can you please vote? Wat hadden we gedaan? Nee, wacht, ik moet één... Nee, dat was niet dit potje, toch? Oké. Ik weet het niet meer. Nee! Oh, yes, ik heb het niet. Oh, maar okay. Ik ben het echt niet, ik zweer het. Ik was nee, ik ben het ook niet. Doen. Het is Hugo. Kitta. Hugo. Please, finish your school. Is er finish, nog iemand, Sheriff? Excuse me. Excuse me. Is er nog iemand, finish Sheriff? Finish Ben jij Sheriff? Ik? Ja? Ja? Echt? Ja, natuurlijk ben ik Sheriff. Ik zit al de hele tijd vragen wie is Sheriff, maar niemand snapt het. Is hier dus... Dus jij bent het. Oké, maar... Als ik dood ben, dan is het Hugo. Waren jullie net niet de hele tijd bij elkaar bij Antica dan? Emergency meeting, we master. We moeten even overleggen, want... Nou, ik kan dat... nu met alle zekerheid zeggen dat ik er niet ben. Nu kan hij met alle zekerheid zeggen dat het niet hij zelf is. Ik keek net even rechtsonder en er stond geen kill button, dus ik weet nu zeker. Oké. Ik ben het niet. Zo, ja. Nou, ik ben het ook niet. En toen net die ronde, hiervoor, stonden jullie toen al de hele tijd bij Attica en waren jullie de hele tijd met z'n drieën geweest? Ja, en toen liep ik naar buiten. Alleen, ik zou de kill kunnen maken, maar... praktisch gezien niet, want ik heb die kill button. Dus Hugo of Kreatik, ik stem gewoon op één van de twee. Nou, en daarna stem ik op één van de andere twee. Ik denk dat Kitta dan? Wie stem je dan? Want dan moet wel iets gebeuren. Maar dan win je mijn vertrouwen niet. Nee, Kitta is het niet, omdat zij denkt dat ik het ben. En ik Kitta, ben het niet, wie dus dan weet ik dat Kitta het niet is. Ik heb op Hugo gestemd. Oké, Kreatik weer op mij for no reason. Ja, weet je wat? Nee, Rob is het niet. Wie heeft er nog taken? Hoezo kom ik uit het niets? Nee, het is Kreatik. Ik niet. Het ik ben Kreatik. Nee, je mag stemmen, maar okay, ik stem ook op Hugo. Doe maar dan. Ik stem ook op Hugo. Oh, nee, please. Je maakt de verkeerde keuze. Ik ben het niet. Oh, no. Dan doen we zo meteen Kreatik. Prima. Ja. Was je de imposter? Ik hoop zo erg dat ik we hebben gewonnen, jongens. Dat kan niet anders. Finish your school. Huh? Nee, ik zei toch dat het Rob was? Oh. Ik ben het niet. Jij bent het zelf. Nee, ja, ik ben het echt niet. Ik zweer het. Hugo, zeg eens iets. Was jij de hele tijd met Kitta toen Attica dood was? Ik? Ja? Oh nee, laat maar. Oké, okay, nou, ik wel niet. Lang, maar daarvoor... Volgens mij... I don't have emergency meetings left! Ik was de hele tijd alleen, om die wiring te doen. Maar toen Kitta. Kwam die al dood Kitta. Was. Maar jij bent toch sheriff? Press the button. Ja. Zal ik dat doen? Ja. Oh my god. Hey. Oh my god. Ik doe wel. Oh nee! Nee! Oh nee! Je kan maar één keer op de knop drukken. Ja, dat is waar. Dus zeg maar, this emergency meeting master is not as much a master, it's just a one-time thing. Jongens, wat als het Rob is? Het is Rob, ik stem al. Oh my god, are you fucking kidding me? Ja. Oh my god, Kitta! Ik ga al gepleed hier. Hey, niet meer op mij, ik ben serieus? Oh, dan is het weer gelijk spel. Nee! Oh my fucking god! Doe je sheriff move.
move, alsjeblieft. Ja, ik ga het doen. Er komt geen einde aan deze game. Wacht, Rick, ben je sheriff? Ja, natuurlijk. Ja, maar niemand weet het zeker. Ook. Maar de cooldown is best wel lang. Kill. Dus we moeten even wachten, jongens. Kill je vrouw. We gaan naar de battleflag. Rob en Rick, outside. Nee, ik ga... Nee, niks ervan. Nee. Het gaat niet om mij. Ik ga niet door. Ik ben niet opeens zus omdat jij dat zegt, Chick. Ja. Ik ben het niet. Ik ben het niet. Oké. Okay. Dude, kom hier dan. Want dan kan het. Ja, ga dan. Ja? Doe dan. Bam. Oh. Huh? Is er nog één? Nee, dat kan niet. Oké. Okay. Rob, denk jij wat ik denk? Ja, nee, maar dan... Rick is duidelijk de... Oh... Wauw, die klikte zo laat, jongen. Shit, die klikte zo laat. Oh. Ik had jullie bijna tegen elkaar uitgespeeld. Als jullie nou echt iemand eruit op het stem... Oh, you so smart boy! You smart boy! Ik moet zeggen, het is niet echt mijn eigen. We hebben hier hebben het al de hele week over, Maris en ik. Oh. Wow. Dus het was niet helemaal zelfbedacht. Netjes! En ik had het echt niet door. Dat was echt een mooi potje. Dat was echt een heel mooi potje. Oh, ik had zo van... Weet je... Alles zus op mij, for no reason. Ik was echt lekker aan het pinnen. Ik had jullie bijna zover dat jullie of Kreatchik of Rob eruit gingen sturen. Ik denk, kom op. Dionne die kwam met mijn fuel doen. En die ging daarna niet met mijn fuel afmaken. En ik heb hem nooit meer fuel zien doen. Ja, denk echt, sure. Dankjewel, Ilona. Ja, nou, de kans toch dat je dat later doet. Welkom. Nee, nobody does that. Echt nobody does that. Met de andere Onnedi. Onnedi. Howdy. Jij was ook de imposter. Ik heb best wel veel kills. Vaak imposter vanavond. Ja, je hebt veel kills gedaan. Nee, dat is niet leuk. Ik moest me er alleen maar uitkletsen. Yo, Giovanni. Yo, wil iedereen een potje? Yo, start. Ik denk deze. Deze meest sheriff. Ik denk dat dit is de meeste sheriffhood, hè? Hey, die sheriffhood! Dan word je sowieso sheriff. Ik ben nog ineens sheriff het. Geweest. Ik ben nog ineens überhaupt... Ik zou het best leuk vinden om weer... Ik zou best leuk vinden om weer sheriff te zijn en niet meteen als iets dood te gaan. Ik ben twee keer sheriff geweest en ik ben hetzelfde meteen doodgemaakt. Hier. Horen we Dylan ook nog? Of, ja, zeker. Oké. Weer. Oh nee, ik heb niks. Ik ga kijken wie er keys faked. Oké, dit is toch wel iets rustgevender. Hallo. Hoi. Is dit mijn dood? Nee, natuurlijk niet. Ik zit die wires te doen. Is dit gewoon serieus? Mijn moderator zegt, jij bent mijn grote voorbeeld. Door jou weet ik hoe ik dit spel niet moet spelen. Zo slecht ging het toch niet? Het ging best wel goed. Ja, ik had alleen niet op... Ja, je had bijna gewonnen. Ik had Kreatchik moeten eruit stemmen. Of Rob. Ik had in ieder geval hetzelfde moeten stemmen. Dude. Chill. Eindelijk. Waar is Dylan? Dylan wilde me iets laten zien, maar ik moest meekomen als ik durfde. Oh, dat moet je nooit doen. Nee, maar ik... Als Dylan je wat wil laten zien? Ja, Dylan zei, loop even met me mee. Wil je wat laten zien? Wie durft? Ja, die denkt nog steeds aan die string. Oh, dat is toch even jammer dat jij dan in je string staat. Ja. Hey, maat. Oh, haat me. Ja, jij vertrouwt niet zo gauw meer. Ja, sorry man, ik moest iets doen. Elke keer als ik de imposter ben, dan is mijn andere, of degene die met mij is, die is er meteen uit. Of die is vet hard aan het killen en ik doe niks. Ik kom ook even swipekarten. Ja, ik kan het niet, jongen. Ik heb hem drie keer fout gedaan. Ik heb Too drie keer scheepsrecht. Nee, accept het, oké. Finally. Oh, Kitta is dood. Huh? Hey, die was bij Electrical. Ik ga kijken. Oh. What? Emergency meeting, masters. Oké, yo. Limbo en ik staan op cams. En wij zien gewoon de volle kill op Kitta gemaakt worden... door allebei de imposters die naast elkaar staan. Ja! Echt?
Ja, Attica en Roel. Allebei zijn er. Ik heb niet gekild. Ja, het is super jammer. Ze staan gewoon naast elkaar en ze maken die kill. Oké, luister. Ik heb een plan. Dus we één iemand eruit sturen en de sheriff killt die ander. Yes, laten we Roel eruit sturen dan. Ah. En dan killen we Attica. Ja, nou, dan ga ik weer. Roel. Je doet het niet goed, jongen. Maak één pas vanavond. Ga niet best dit. Attica ook wel. Ja. Ja. Nou, jij ook trouwens. Ja, ik ben het al 3 keer geweest. Ja, ja ik 4. Hey, niet beter de sheriff. Dan dat je het weer niet bent, Dion. Oh, dit wordt leuk. Ja, beter dan dat je weer niet zo lang niet bent. Oké. Gaan we dan weer naar buiten? Ja, naar de beste plek, jongens. Ik vind eigenlijk dat zometeen iedereen deze string aan moet. Oh nee! Je hebt toch wel een countdown, Maris? Wat zeg jij? Je hebt toch wel een countdown? It's the final maar die countdown. Is langer dan jou, helaas. Ja, dus dan moet je toch wegrennen. Girl! Waar is zij? Oh. Hier ben ik. I got it. Nee! Maar wie is sheriff? Moet Attica killen. Eh? Kill Attica. Nee! Gaan we naar de battleplek? Kill Attica. Nee! Nee. Oh. Ja, waar was je dan? Waar was die kill dan? Ja, ik was bij O2, daar beneden. Ik was met Attica daar beneden en ik zag dat de camera's aanstonden. En ik zeg zo, doe het, kill me. En toen kwam Roel zo aan. Ja, Roel killde! Dat is echt slim. Lekker bezig, Roel. Zo lekker. Ik vond vooral chill dat ze maar... Ik wist niet eens dat Limbo erbij was gekomen op de cams. En opeens hoor ik echt iemand erbij en zo... Ja, lekker. Detective Limbo en Rob. Ik dacht echt, what the fuck? Wie praat er? Maar ik wist niet eens dat daar een camera zat. Ja, precies. Ja, nice. Jij weet het niet. Start. De camera's hangen aan de buitenkant. Start. Bij die openingetjes. Start. Maar ze kunnen ook kijken naar de binnenkant. No recording. Als je een camera ziet die met een lampje, dan ben je te zien op de camera's. Weer een crew, jongen. Ja, wat knipperen hier de camera's op. Ja, toch? Oh. Links midden. Kiesfaken. Ik heb helemaal links onder. Zo, kiesfaken. Kies te faken, dat is echt niet normaal. Kiesfaken. Ja, allemaal imposters. Oeh, mees. Dol of je doen. Ah, dit gaat zo vaak fout. Oh, ik ga denk. Denk je zo, hè? Shit. Ja, die was wel nice. Ik moet er nog één, denk ik. Oh, nee. Wie is dat? Sorry, dat was ik. Oh. Why? Ik neem een squeep. Oh, oké. Logisch. Hey, daar is hij weer. Wat ik wilde zeggen net, is sorry dat ik je moest killen, man. Ik vond het echt... Helemaal beledigd. Vervelend. Ja, ik snap het. Ja. Oh, we moeten wat doen, hè? Ja, reactor. Dacht, ik kom jullie maar halen. Ja, sorry. Dit is zo lang. Ja, dit is altijd me dood. Oh, hey! Goed gedaan, Rob. Lekker gewerkt, Rob. Ja, jongens. Er moet toch iemand wat doen? Ja, ik deed het niet. Ik ga wires doen. Hoezo niet? Omdat ik in Limburg kwam, of wat? Paars is dood. Paars is overleden. Jongens, Paars is dood. Kitta is dood. We moeten de... Kitta je mij niet horen wat vindt. Waarom hoor ik Dylan overal? Body vinden. Waar is Dylan? Waarom hoor ik hem? Dat klinkt van links. Dus dan... Ik heb scan. Ik ben nu aan het scannen. Maar hij doet het niet. Waarom doet hij niet? Oh, staat er waiting for player? Oh, come on. Ik bijna die ster. Waar was ze? Hey, Dylan, staat er waiting for player? Dat weet ik niet. Maar ik kon hem niet scannen, dus... Nee, oké, dan was Dionne wel echt aan het scannen, Rick. Namelijk. Ja, Rick Hottie, vertel het. Tegelijk. Waar? Ik versta de helft van de mensen niet. Doe even Ctrl-R. Zullen we even allemaal Ctrl-R doen? Yo. Hallo. Hallo. Ja, zijn we er allemaal weer? Ja, nou hopelijk hoor ik Dylan nu niet de hele map over. Ik heb er gevonden in het gangetje naast O2. Ik hoor hem wel.
Ik heb hem weer gerefreshed. Hallo? Nee, niet, hè? Hé, hey, hallo? Is het nu goed? Yes, Rick, ik hoor je. Ze lag in het gangetje naast O2, richting security. Oké. Okay. Oh. Ik hoorde van Rob dat Kitta dood was. Toen zijn we er gaan zoeken en ik ben meteen hier naartoe gelopen. Zou dat en al gedaan zijn voordat Reactor afging, denken jullie? Dat zou heel goed kunnen. Ik wil iemand op de achtergrond praten. Ik heb hier niet zo heel veel aan me. Maar dat is al wel even geleden. Dat is best lang geleden dan. Ja, daarom. Want ik kan wel zeggen, ik was nu de hele tijd met Dylan en Dionne en Roel bovenin bij de laboratory. Maar als het al daarvoor geweest was, dan was ik met Fubuki en Rick inderdaad bij Weapons heb ik ze gezien. Ja. Ja. En toen kwam ik uit Office, had ik fixed wiring. Ja. Oh, de hik. Dat is vervelend. Dus ik denk niet... Oh, de hik. Dat we het weten. Oh. Dat plasje, ja. dat helpt wel. Ik verstond... Oh, Rick. En toen... Nou, dat ging goed, jongens. Oh, nee. Skippy? Ja, Skippy. Ja. Dat klinkt bijna erotisch. Nou ja. Hè? Komt door de string. Het is maar net wat die je ervan string, die doet het wel goed, ja. Het is maar net wat je wil horen, zeggen ze dan. Ja, maar ja, de Rick, die outfit helpt ook Brian niet. Brian Arnhem, dankjewel voor je subje. Dankjewel. Wow, Brian Arnhem, wat? Dankjewel, Brian. Dankjewel, Brian. Weet je, mijn neefje die heet Brian en die woont in Arnhem. Yo, Limbo. Misschien is het hem wel. Let's go. Oh, nee, ben je een beetje al die zus. Waarom op mij? Ja, maar kijk, het is ook gewoon... Ik neem dit op. Ik stem oprecht niet op mezelf. Dat is nog het erger ervan. Ik was het dit keer niet. Dat er oprecht gewoon iemand op mij stemt. Ja, ik was het. En ik wist niet op wie we zouden stemmen. Ik was het dit keer. Rob is echt die guy die... Dus dan doe je me wat. Nee, ik was het. Ik was het. Dat zo, ik moet eerlijk zeggen... Ik denk dat hij je niet hoort. You hella sus, man. Nou, Hugo. Man. Hugo. Ja. Hoor je Dylan? Ja. Weet ik niet. Want Dylan heeft op je gestemd, zei hij al drie keer. Heeft Dylan op mij gestemd? Ja. You prick. Ja, ik wist niet op wie we gingen stemmen, want ik was even een relvideo aan het kijken. En toen dacht ik, Hugo ziet er wel zo uit. Ja, ik wist niet op wie we gingen stemmen, dus ik ging alles even op Hugo. Wat is dit nou? Ja, nee, hij hoort je niet, man. Een beetje zoals jullie praten met de... Ja, dat vind ik zeer plezant, hè. dat is gewoon Belgisch. Ja, maar ja, dat zie ik ook als Limburgs. Oh, kijk, hij hoort je nu wel. En Belgisch bestaat niet, dat is Vlaams. Wat zo'n man van niks dit accent wat kan doen was dan? Nou, ik ga even weer een paar doen, ergens hier. Ja, kerstek heb je web, hoe rest je in bonne santé, amigo? Oh, wat? Oké, doei. Ja, 4 jaar Frans op school, hè. Ah, bij. Ja, ik heb 8 jaar Frans gehad, maar... Ja, oh, omdat ik 2 keer ben blijven zitten, hoor. Niet omdat ik zo fucking goed was. Word je maar stripper. Ja. Makkelijk geld verdienen. Ja, dat zeggen ze, maar niet als je niet knap bent, hoor. Nee, dat is waar, maar ja. Het is maar net hoe je geboren wordt. Wat zei je, Fubuki? Ja, ik moet even deze... kak. Wat? Ik moet nog... Specimen Room moet ik doen. Ik hoorde Hugo zeggen. Oh. Ik weet niet waarom. Wat moet ik hier doen dan? Oh, nee, download. Ik ga me dit keer niet... Is dat een probleem als we die seismic stability niet doen? Ja, dan hebben we gelijk verloren. Oh, kak, echt? Oh, shit! Ja. Rennen! Oh, shit! Iemand fixt dat wel, man. Waarom fixen ze het niet? Open die deur! Ah, gelukkig. Nee! Fix het! Iedereen is dood! Oké, ik pak links! Ja! Jezus, ik zit helemaal te rennen voor niks. Wacht, ik upload even mijn data, dan ben ik klaar. Het duurt echt kei lang. Wauw. Dankjewel, Dumo. Ik vond mijn imitatie goed. Hé, hey, maar ik ben klaar nu. Jij ook? Ja, ik ook. Ik ben al lang klaar. Oh, nou dan gaan we gewoon... Zullen we eens cams kijken? Dat doe ik eigenlijk nooit. Ja, of zullen we eerst even vitals doen? Of... Oh ja, slim. Ja. Ik laat je niet alleen hoor, want anders dan weet ik hoe het gaat. Maar hoe kon het zo lang duren? Dan is echt iedereen toch al dood? Dan zitten wij als enige nog hier. Ja, alleen... Oh, Dylan is dood. Alleen Dylan. Dan duurt het wel heel erg lang. Oké. Rondkijken hoor. Hier toevallig? Nee, niet hier.
weapons misschien. Als ze dood... Oh. Huh? Oh. Oh. Wat? Hey. Wie was dit? Dan is het sowieso Rob. Hoezo ben ik het nou weer? Hij probeert mij ook zus te maken. Hoe dan? Wat? Ja. Hoe? En toen vonden we Attica. Ik hoor Kreetje niet. Wacht, ik ga even refreshen. Dood lichaam. Hé, hey, ik hoor je. Oké, nou leuk. Oké. Ja, ik snap het. Zeg maar, Attica liep bij mij langs. Ik ben zeg maar richting... Nou ja, het maakt toch niet uit wat ik zeg. Nee. Hoezo maakt het niet uit? Want ik heb nog helemaal niks gehoord. Ik heb alleen maar... Nee, ik heb ook helemaal niks gehoord. Ik hoor gewoon Rob. Nou, wij liepen daar. Even. Ja, samen met Rob. Ik liep, zeg maar, Dionne, we deden die reactor. En ik kom bij links aan en daar staat Dionne. En ik denk van, oh, loop ik de andere kant op. Dus ik kom rechts aan, daar staat Roel. Ik klik op de knop en er gebeurt niks. Roel zegt, okay. Ik klikte al de hele tijd op de knop en er gebeurt niks. Dat vind ik zus. Okay, dus ik maar zeg, Rob. Dionne is zus. Ah. Vervolgens lopen we met z'n allen richting laboratory. Ik loop langs Attica. That's it. En ik loop verder. Maar Rob, dus heb jij Attica gekild, ja of nee? Nee, natuurlijk niet. Okay, daar moet ik voor kunnen killen. Maar... Ja, ik stem ook op Rob, hoor. Rob is de enige die we achter hebben gelaten. Ja, jongens. Zussen jullie maar een beetje op Dionne en veel plezier verder. Het duurde echt heel lang. Ja, nee, ja. Dus ik vind wat je zegt over Nee, het is prima. Alles zus ligt toch op mij. Het duurde wel heel lang, maar Dionne, ik heb haar daarvoor al een tijdje gezien. Toen heeft ze me ook niet gekild. En ik voelde alsof ze mee wilde naar Specimen en ze wilde niet met me mee. Dus ik denk niet dat Dionne het is. Ja, nee, Specimen is ook de laatste plek. Ja, maar als zij imposter was geweest, had ze wel met me meegewild om me te killen. Klopt. Had ik wel gedaan als ik imposter was. En ik heb niet gedaan omdat ik bang was dat ze geen taak was. Maar oké, ja, ik denk dat dat te laat is. Daar niet van. Maar... Ja, ik vind het te laat. Dus het maakt niet zo heel veel uit. Dus ik denk dat Rob gewoon als een heilig boontje gedraagt. En dat hij gewoon keihard heeft gelopen killen. Ja, dat denk ik ook. Ik denk echt gewoon dat Rob Attica heeft gekild. Ja, maar wie zei dat? Mag ik vragen wie het zei? Van het is nu al te laat? Fubuki, was jij dat? Fubuki zei dat. Oké. Dat is zus. Nou ben ik natuurlijk weer gelijk zus, omdat ik niet, ja. Ja. Maar voor Boekie is het niet, hoor. Een beetje, Rob, ik wist niet wat er is gebeurd, hè. Maar nou, dat hebben we net toch een hebben we net helemaal uitgelegd. Vond ik best wel aannemelijk. Het duurde wel echt lang. Mega lang. Zal ik even Ja, maar het duurde ook heel lang, want er stond heet het aan niemand ik aan de andere kant. Doen. Jongens, ik ben even weg, want ik moet nog even naar communications om mijn wifi te rebooten. En ik heb een decontamination fix wire. Ja, ik merk, oh nee. Oh nee. Iemand dood. Rick, blijf bij me. Hier ben ik. Hier, naar boven. Deze. Oh nee, waar ben je? Oh, hier. Ik zie je. Hey, de deur is aan dicht. Ik heb hem. Roel, blijf van mijn vrouw af. Hey, Ik doe het wel. Ja. Oh, dat doe je snel, netjes. Ja. Oké, maar de deuren zijn dicht. Even camps kijken. Roel is op east. In ieder geval geen bodies, maar... Ik hoor Hugo, klopt dat? Ja, Hugo is hier. Wacht, wie hoort mij? Ik hoorde jou. Ik ben een Mad Bay. Wat? Je staat hier naast me, man! Maar wie van ons gaat er dood? Nou, ligt eraan wie van ons er gaat killen. Ja, ik niet. Ik denk dat we het allemaal over eens zijn dat één van ons het is. Nou, dan is Hugo het, want ik zei dat al heel de tijd. Nee, ik denk heel eerlijk dat wij het niet zijn. Dat denk ik ook niet. Maar dan moeten wij die meiden er toch uitstemmen? Dat kan toch niet anders dan? Ja, I guess so. Gaan jullie maar rechts. Hey, dat zag ik! Ja, gaat goed. Oh. Nee, ik denk dat dit een suicide was. Suicide? Ja. How is that even possible? Oh, sprong je in die lava? Fubuki, stond jij naast Dionne? Nee, Fubuki is het niet. Dat denk ik dat het een suicide is. Want Fubuki is niet dood. Dionne was namelijk sheriff. En ze had het op jou gemunt. Dus ze zeiden, we gaan gewoon Fubuki killen. En als je niet sterft, dan is het in ieder geval Fubuki. Maar ik was met Fubuki, dus dat kan niet. Of ben ik nog gek? Nee, dat is die sheriff mod die we nu spelen, man.
Ja, Dion heeft mij als de sheriff de verkeerde dood, dan gaat hij dood. Dan gaat hij zelf dood. Maar wanneer was Dionne met Fubuki dan? Echt net, ze kwam echt aanrennen. Zo, dat was echt net. Dan wordt die body dan automatisch gereport? Nee, dat had ik gedaan. Nee, heeft Rick gedaan. Oh, dus ik denk inderdaad dat Fubuki safe is. Ja, dan is het... Ik denk ook Roel, maar dat was meer omdat de deuren dicht gingen toen ik in communication zat. Om mijn taak te doen samen met Roel en toen gingen daar de deuren ook dicht. Is. Nee, ik hoor Roel ook niet. Nou, dan is het sowieso Roel als hij zo stil is. Wat? En de deuren. Ja, ik een zus. Oh nee, ja, zeg nu wel wat, oké. Ja, ik ben er nog. Nee, zat even met je te lezen. Roel, of ben ik opeens weer zus gemaakt? Of voor Boekie? Nou, maar luister. Nee, sowieso niet voor Boekie. Boekie is safe. Nee. Dus de enige die het volgens mij kan zijn is Creative of Rick. Sowieso Rick. Oh. Weet ik ook relatief zeker dat hij het niet is. Want die was nou, dan ook ga ik ook op Roel. Yes. Vooral omdat ik opgesloten met hem werd in communications met de deuren dicht. Oké, okay, jongens, als het niet Roel is, dan stemmen we Creative. Ja. Ja, tuurlijk. En anders zit Rick weer exact hetzelfde spel. Ik heb alle taken af, dus het is niet erg. Zo leem ben ik niet. Dat heb ik al eens eerder geprobeerd, dat werkt niet. Toen deed ik twee keer achter elkaar een stek, joh. Oh, wat ben ik slecht in dit spel. Oh, hadden we het goed? Ja, dus... Jouwe. We hadden Roel moeten killen. Probeer je... Laboratory. Ik probeer het safe te doen mooie, en we hadden zo'n super mooie dubbelkill kunnen maken. Wat doe je als... Wat bedoel je safe doen? Je hebt niemand doodgemaakt. Nee, daarom. Ik had het zo'n huisje moeten doen. Ja. What the hell, man? Jona. Ja? Ja, we hadden echt... Jongen. Ja, echt, maar hè? Maar als ik iemand vermoord, dan word ik meteen zus gemaakt altijd. Ja. Dan word ik er meteen uitgegooid. Als ik iemand verdedig, betekent niet dat ik het gelijk ben, Dionne. Nee, maar we moesten gewoon even iemand gokken, anders wisten we gewoon zeker dat je safe was. We waren toch al klaar met taken. Dus daarom zeiden we gokken gewoon voor Boekie. En als hij het niet is, dan weten we in ieder geval dat hij safe is. Sorry. Ik heb het overlegd. We hebben netjes overlegd. We hebben gestemd. Het werd voor Boekie om te testen. Maar je bent safe. We zeiden, je was safe. Ja. Nou, ik geloof je meteen hoor. Ik hoefde het niet gaan te checken. Gaan we nog één potje doen? Dank je. Ja, wil je eentje dan? Nog eentje dan. Ah, eindelijk imposter, dat werd echt tijd. Oh, jij ook al? Nou, kies faken, hè, meteen. Kies faken. Ja, het is wel Dylan's move geworden, kies faken. Als we het gewoon allemaal doen, dan valt het niet op. Echt. Ja, hij doet het er gewoon om. Waarom zegt hij niks? Of horen we hem weer niet? Hij is niet in de buurt, hè? Dan hoor je hem niet. Nee, maar hij was... Ik hoor hem al heel lang niet. Ja, Dylan is een persoon van weinig woorden. Heel weinig woorden dan. Oh, ik dacht echt serieus dat ik hier bloedspetters zag. Maar ik ben nu helemaal gefocust op die bloedspetters in de muur. Ik ben helemaal getraumatiseerd ben ik geworden ervan. Oh. Maar dat was gewoon die electrical. Oh, lief. Heel lief. Oh ja, dankjewel voor de cheer, Brian Arnhem. Wat een geld. Ik zie allemaal dingen gebeuren hier die ik weet. Kunnen ze nog steeds Dolly snoepjes kopen? Ze kunnen nog steeds Dolly snoepjes kopen. Even kijken wanneer de laatste is. Weer Laura. Okay, ik ga even upload doen. Okay, Dolly. Sorry. Kijk eens. Vet droog, hij. Lekker. Potverdorie. Ik ga net upload. Ja. Oké. Maar wat is er nu stuk? Oké, ik moet mijn tas erover zetten. Oh, reactor. Die stabilizers, hekkak. Stabilisator. Ik neem links. Okay. Ik neem links, als ik dood ben, dan is het links. Rob, Kitta. Nee, niemand. Ik Kitta. Yo, Kitta, limbo, hoor je stil? We gaan naar chillen. Oh, nee. Oké. Kill me. Please don't kill me. Oké. Mij ook niet, alsjeblieft. Ik ben nog geen één keer gekilled vandaag. Behalve dat ik mezelf heb gekilled. Oh, weerkomst. Kak. Ah nee, ik had hem bijna gefixt, jongens. Communications. In laboratory, bij die Kitta zag ik echt legit net nog. Gewoon bij... Met wie was dat? Ik zag met iemand... Huh? Dr. Limbo. Net nog? Dr. Limbo. Dat was met jou, toch? Wat? Waar waren we? Ja,
Ik zag je ook, Kitta, bij communicatie. Of hoe heet dat ook alweer? Dat je die ding fixt. Met ja, die handjes. Ja, ja, met die klopt, ja. En ik zag Kitta, dus Dr. Limbo, you sus, mate. Oh nee, gaan we weer. Nee, wacht, met wie was ik beneden? Ik was net met iemand beneden. Maar die waterdingen, ik. Waterdrop. Nee, dat was aan het begin, toch? Toen zat hij te klagen over dat hij langzaam gaat. Ja, en nu heb ik zo'n derde wiel gedraaid. Oh, onderin. Ik haat die boilerdingen. Ja, maar die wielen zijn dus best makkelijk. Ik heb nu een manier gevonden hoe je dat moet doen. Hoe? Je moet één kant pakken en dan heel snel rondjes draaien en dan loopt hij vanzelf vol. Dan hoef je niks meer te doen. Ja, oké, maar dat rondjes draaien, dat wil bij mij nooit. Ik wou net zeggen, dat is... Daar gaat het altijd fout. Dat is letterlijk gewoon hoe de minigame gaat. Ja, ik was eerst zo heel langzaam aan het trekken. Maar goed, om terug te heel langzaam aan het trekken, oké. Ja. Ben ik gekeken? Voor iedereen wat wil, ik bedoel. Maar met wie? Ik was toch beneden, zeg maar, hier echt waar we nu staan. Recht daaronder was ik bij iemand. Dankjewel, Faya. Gekild. Dus... Maar ja. Limbo, waar heb je Kitten dan uiteindelijk doodgemaakt? Hey, dat is niet leuk. Ik heb geen idee. Maar wie is mij nou zus aan het maken? Want kijk, als ik Kitten dood had gemaakt... Rob. Ik zou dat willen gewoon. Wat doe ik nou weer? Oh, ik dacht dat jij Dylan zus aan het maken was. Nee, Hugo, nee, die zei letterlijk dat Limbo... Maar, ik zeg niet per se dat Dylan zus is, maar ik was met hem volgens mij... Nou, dat zei je precies wel. Ja, eigenlijk ook wel, ja. Maar weet je wat? Anders ben ik in de fan! Oké, laten we gewoon... Dion, op wie heb je gestemd? Nou, ik vind... Ik heb geskipt. Ik denk niet dat het te laat is. Okay. Ja, ik vind het nog... Ik denk ook niet dat ik het ben. Nu is het nog te skippen. Ik denk ook niet dat ik het ben. Ik hoorde hem klagen over... Wie zit er op Dylan? Die arme ziel. Ik denk ook... Hey. Oh, communications natuurlijk. Stuk. Ik moet het... Ik ga het fixen. Nee. Doe het niet. Laat mij het fixen. Nee. Nee. Ja, ik was hier met Dr. Limbo en gefixt. Toen werd Kitta gekild. Oh, je hoort ook mensen niet meer praten als die... Ja, nee. Dat is dan ook geblokkeerd. Sick. Ik vertrouw me ook niet hoor, die Dylan. Nee, same. Maar gewoon, ik was echt met Kitta gewoon en 2 seconden later is Kitta dood en ik was daarvoor met Dr. Limbo. Ja, precies. Maar we houden hem gewoon in de gaten. Dr. Limbo. Ja, dat dacht ik. Dr. Limbo. Oké, onderweg naar security. Hey. Pittig bugged. Nice. Oh, ja. Yo, wat een gezelligheid. Yo. Dat zijn er echt heel veel. Oh, doe je Dylan? En wacht, ik moet even wiring doen. Hè? Ja, de progress bar is echt helemaal leeg. Ja, maar... Hallo? Ja. Hallo? Heeft er niemand nog taken gedaan? Of is iedereen nu pas taken aan het doen? Ik ben klaar. Nee, ik ben niet zo heel snel. Ik heb nog wel een taak in die specimen room. De taakbalk is... Ik heb alles nog hierboven. Ik heb alles nog in laboratory. Ik heb nog med scan. Ik heb nog die sample. Ik moet nog wiring hier doen. Hier, wiring. Ah, nee! No. Wie gaat dat fixen? Wie is dat? Hey. Huh? Moeten we het weer fixen, het licht? Ja, ik hoor iemand. In office, denk ik. Oh, dan. Ja, jullie ik zijn hoor, het. Oh. Ja. Oh, het is alweer gefixt. Hey! Oh, no! Ja! Tja! Het laboratory. Het is wel sus dat Dr. Limbo nog steeds levend is. Ah, die arme Dylan. Oh. Waarom denk je dat het Crea is? Oh, damn. Ben ik alweer... Hey. Niemand stond op cams. Je stond er niet bij me. Nee, oh, dan is het dus Attica. Prima, dan is het Crea Chick en Attica. Wacht, Rob, hoezo zag je Crea Chick killen? Ik was met Crea Chick.
Ik zag letterlijk een body omvallen. Ik sta op cams, ik switch channels, ik zie een body vallen en ik zie Creatic ernaast staan. Daarna ging Jan aan... Attica was helemaal niet bij cams en nu opeens was ze daar. Ik heb nog niks gehoord. Nee, Attica liep achter mij aan. Ja, daarna ging ik naar Dionne toe naar cams, dus het kan zijn dat je na mij op cams naar cams bent geweest. Ja, het kan toch zijn dat het daarna is gebeurd? Ja, ja. Heb je het gezien op cams dan? Ik heb het gezien, ik heb het zien gebeuren op cams. Dan zou ik gewoon op Creatic gaan. Ja, ik kom er net bij. Ik had geen eens audio. Wat is er? Maar was het... Waar, wie, wat, woe? Ik maar weet niet waar het is gebeurd. Maar was het echt net voordat ik gereport werd, want ik was daarvoor nog even met Creatic. Dus dan ik heb letterlijk, beetje... ik heb zeg maar, Creatic is, ja, maar Creatic stond naast de body, dus als zij heeft hem niet gereport. Ik dacht namelijk, als zij het report, dan is het prima, maar zij heeft het niet in gedaan. In de laboratory, Creatic. Ik geloof Rob wel. Ja, okay. Oh, ja, ik heb Rob wel vanuit laboratory naar cams toe zien lopen, of in ieder geval cams, in ieder geval die kant op. Dus. Maar ik was met Hugo, ben ik naar Specimen Room geweest. Ja, ik was dus in het begin met Creatic daten. En daar is de body vaag. Start Reactor aan het doen was. Maar wie kan confirmen dat Rob dus daar heeft gezeten dan? Dus wanneer is de kill gemaakt dan? Ja, nee, dat niet. Want ik was daar maar ja, bij... Ik kan letterlijk niet ademen zonder sus te zijn. Het is echt... Ik heb een gasmasker op. Nee, dat niet. Maar nee, ik geloof ben ik wel. Ik kies gewoon precies de verkeerde situatie uit. Dat is gewoon echt. Ik zie gewoon letterlijk het gebeuren op cams. Ik bedoel, meer kan ik er niet van maken, jongens. Nee, ja, ik geloof hem. Ik geloof het ook. Thank ik geloof het ook. Nee. Er zijn twee imposters die op Rob natuurlijk moeten... En altijd als ik even niks stemt, hoor... Ja, de twee imposters. Ja, jij, Dylan. Nog iemand. Nee, ik niet. Ik zet Dylan op Creatic stem. Oké, ik ga snel die scan doen. Hallo. Hey. Hallo. Jij was het, hè? Nee. Stinky stinkert. Nee. Wel, ik had niks. Nee. Wel double kill nee. Was het. Ik moet nu heel veel. Ik wilde echt heel snel op report drukken, maar het ging niet ik goed. Ik hoorde dus niks. Dus ik heb het hele gesprek over dat ze mij aan het sussen waren niet gehoord. Dus ik kom er in één keer bij en toen was het echt, ja, we zijn crazy kruid. Wat? Ja, nee, maar het was ook wel terecht, want Rob had je gezien op de camera. Ja, dat had ik begrepen. Ik denk het wel. Ja, maar ja. Is okay. Hugo. Saks. Ik weet niet wie het is. Wie is de sheriff? Hij zei, do you have any last words? Hey Rick, ga jij nog lang door? Oh shit. Nee, hierna gaan we stoppen, toch? Ja, dat bedoel ik, maar ga je er nou nog... Ja, ik ga nog even kletsen met ze, want ik heb snel een stream gesproken. Hé, ik denk dat het Hugo is. Wat de hel? Ik ben even bij Dr. Limbo en Rob. Het is Hugo. Nee, kijk. Kom maar aan. We gaan niet op deze manier verliezen. Dat ga ik alvast zeggen. Jij was met Dion in Laboratory en ik liep achter jullie aan, omdat ik wilde kijken of jij haar ging killen. En toen zei jij van, do you have any last words? En toen liep ik weg. Ja, toen zei nee, laat maar, ik kan je niet killen, omdat je zag dat ik er was. Oké, jongens. Zullen we het geschreeuw eventjes achterwege laten en dan even, zeg maar, Attica die zei, ik zei net zo van ja, ik heb Creatic voor zijn stream, de mod zien doen en Attica video. Die for some reason zei, nee, het kan Creatic niet wezen. Zei ik dat? En nu gooit ze alle zus meteen weer op Hugo. Which is very suspicious. Maar ik vind het ook een beetje raar. Want Hugo die zegt nu opeens, ik was de hele tijd bij Rob en Limbo. Nee, maar ik was het laatste zeker stuk, niet het laatste de hele stuk. Tijd. Ik zeg het laatste, en daarnaast, in mijn mond brengen. En daarnaast is het nog meer suspicious. Want Limbo die komt de hele tijd creepy achter mij aanrennen. Dr. Limbo doet het altijd. Nee, maar luister Rob, jij weet dat. Als ik bij iemand ga staan, dan zeg ik gewoon dat ik je kill, dan doe ik het niet. En dat wordt nu tegen mij gebruikt. En als ik een imposter ben, zou ik dat nooit doen. Ik vind dit ook wel een bullshit verhaal. Maar ik denk nog steeds dat het Attica is. Ik was even met Dionne. Attica zit ook mij rennend te sussen. Het is Dr. Limbo met Rob of met Hugo. Nee. Nou, sowieso niet twee, man. Luister. Maar het was toch Creatic? Maar honestly, waarom heb je nog gestemd? Ja, ze heeft sowieso op mij gestemd. Dit is zo makkelijk op te lossen. Ik heb op Hugo gestemd, omdat Hugo heel raar is. En nu zegt ze dat Rob en Dr. Limbo het is. Heeft niemand geen taken? Ik niet. Ik heb nog een Ik heb ook geen taken meer. Al lang niet meer zelfs. Nee, echt al lang al niet. Ik heb nog één taak, maar... Rob, daarom moet je naar mij luisteren. Loop ik ga dan niet met jou mee. Ik ben naar de laboratory. En dan moet ik mijn laatste task doen. En dan ik is vertrouw het jou toch niet? Ik vertrouw jou toch niet? Hoezo vertrouw je me niet? Ik heb je net gedaan. Je had er al lang een hele moeilijke. Jij had er letterlijk al lang op kunnen wezen. Oh my god. Maar nee, want als je dan was je al dood geweest. Dan was je al dood geweest. En dan zat je al lang in de test. En dan had je al gewonnen.
Is het hun? Is het nee, want ik wist niet hoeveel mensen anderen nog... Ja. Hij is het ook, Laten we het hopen. Hey. Ja. Het was je bijna gelukt, Hugo. Bijna. Wie heeft je kitten gemoord? Wie heeft je kitten gemoord? Hugo dan? Ja, ik wilde onder die ook oprecht killen, zag ik. Ja! Ik zag hem met die jongen naar Laboratory gaan, dus ik dacht ik ga er achteraan en toen zag hij waarschijnlijk mij en toen... Ik geloofde Hugo wel. Oh, en we hadden zo'n mooie dubbelkill, Hugo. Die kill was wel mooi. Ik zag de helft van de dubbelkill, maar het was wel een mooie kill. Ja, super dom. Ik heb er ook niet op gelet. Ik was super mee bezig met dubbelkillen. Dit was voor mij echt wel het laatste potje, jongens. Ja, voor ons ook. Goed, we gaan het lekker stoppen. Het was heel gezellig. Ja, hè? Ik vond het ook gezellig. Nou, we gaan het volgende week nog wel eens doen. Dat is beter dan met avondklok. Het was echt heel tof, hè? Ja, leuk dat jullie er allemaal waren, jongens. Ja, dankjewel. Nee, leuk dat jullie er waren. Ja, nee, het is nu niet, het gaat nu niet om jou, Dylan. Wegwezen. Wat gezellig. Oh, hij is al weg. Ja, Dylan, wat leuk. Doei. Doei. Zien jullie bij Discord. Doei. Tot in de Discord. Ja, doei. Gezellig. Yay. Hey, Rob. Hey, lang niet. Hier is ook iedereen al weg. Hallo. Nee, we zijn helemaal niet iedereen is weg. Wat is dit? De core group is still here. Ja, dat is waar. De core group. Dat is waar. Ik maar kletsen. Ik denk ik hoor niemand, maar ik was helemaal niet hier. Was je zo trots op in het begin? Ik ben zo goed bezig deze hele avond. Wauw, ik heb echt de ene fout naar de ander. Het is echt super knap. Maar ik heb wel een paar leuke potjes ertussen zitten. Het was wel grappig. Ik stem voor volgende keer misschien wel weer eens een keertje zonder deze super buggy mods. Ja. Maar ligt dat dan mee? Er was een update vandaag en die hadden we allemaal niet gedraaid omdat we geen zin hadden. Maar die update die heeft deze bugs allemaal gefixt. Maar dat hadden we gewoon moeten draaien. Vandaag viel dat wel mee toch op zich? Nou, ja, het begin was wel irritant. Ja, er zaten wel wat bugjes in. Maar voor de volgende keer doen we hem even updaten en dan gaat het wel oké. Volgens mij begonnen we echt een kwartier, half uur te laat. Ja, sowieso. Eindelijk, omdat er niks werkte. Nee, we waren drie kwartier bezig, letterlijk, voordat we eindelijk een game hadden die gewoon goed ging. Yep. Sorry alle mensen op de stream, maar we dachten Bij mij zit het zo ook van, jeetje, het duurt wel erg lang allemaal. Ja, sorry. De ene keer gaat het beter dan de andere keer. Nu was het vandaag een dag dat het gewoon even wat tegen zat. Maar ik denk echt dat we een update. We moeten hem gewoon even updaten en dan gaat het weer een week. Hey, jongens. Mag ik eventjes tussendoor best iets leuks vertellen? Oh, vertel. Ik heb 102... Kijk. People that are subscribed to my YouTube channel. Oh my god! Gefeliciteerd, man. Ik heb je nog even gespamd in de chat, hoor. Allemaal voor abonneren op Rob's YouTube kanaal Rob's Cube, heet het. I just passed 100. I'm so surprised and I'm so happy. Nou, maar morgen... je video's zijn ook mega leuk. Dus je hebt Morgen komt een nieuwe Sims aflevering uit. Oeh, spannend. Nou, nogmaals, allemaal abonneren op Rob's kanaal. Rob's Cube. De nieuwe Rubik's Cube, the one and only. Ja, en Hugo ook, die maakt tegenwoordig ook allemaal video's. Ook onder de naam Hugo Rijns gewoon, toch? Yes. Heel makkelijk. Yes. Ja, gewoon. Maar ook leuke Among Us-video's. Dus dan kun je het van alle perspectieven bekijken in plaats van alleen die van mij. Ja. En Kitten natuurlijk ook. Die ook op haar kanaal. Nou, joh, ga alles checken. Dan kun je het allemaal zien. Maar bij Kitten moet je het zelf nog doen. En vergeet mij ook niet, hè. Wat moet je bij Kitten zelf nog doen? Bij ons zijn de filmpjes al gemaakt. Maar bij haar is het do it yourself. Ja, dat is waar. Boekie 990 op Twitch ook. Hey jongens, voor Boekie ook. Die hebben we ook, toch? Daar heb ik een shout-out voor. Ja, thanks allemaal voor het meedoen en de gezelligheid. Rustige avond allemaal, ondanks alle rellen. Voor het kijken van alle streams. Blijf thuis. Blijf veilig. Ja, er waren nog rellen in mijn stad vannacht. Echt waar? Ja, in Zwolle. Ik had allemaal filmpjes gezien. Ja. Ook maar Hoe is het deze avond eigenlijk? Ik heb niet gekeken nog. Rotterdam is Zwolle eigenlijk. Ook maar ook. Ze zijn er in de stad bezig met waterkanonnen. Gezellig, man. Die naar deze stream kijken en die achter deze rellen staan, doe maar D abonneren. Please. Lijkt me een goed idee. Deze weg.
Ja, maakt me niet uit. Dan gaan ze maar weg. Maar ik sta daar echt niet achter. Oh. Willen, dus nee, dan mogen ze gaan. Nee, nee, ik zit ook in een airsoft groep. En iedereen ook maar zeggen, gewoon rubberen kogels gebruiken. Ze leren in het vanzelf. Ja. Ja, ja, nee, het is echt niet oké. Okay. Gewoon lekker thuis, jongens. Gewoon lekker, laten we gewoon lekker een goede voorbeeld lekker geven. En gewoon thuis blijven. Thuis blijven, lekker gamen. Blijf lekker streamen, jongens. Ja. Lekker ons gamekanaal checken. Hartstikke gezellig. Ja. Beetje liefde delen is wel belangrijk. Liefde delen. Ga maar lekker rellen op Call of Duty. Maar niet alleen maar goed idee. Dat gaan we hierna ook een keer doen. Ja, leuk. Nou, hey jongens, ja, ik ga afsluiten. Goed. Fijne avond allemaal. Doei. Allemaal. Doei. Arme Dionne. Ja, okay. Dionne, die was in één keer weg. Ja, maar ze staat nu ook nog gemute. Maar geeft niet. Zeg haar straks wel gedag. Oh, ze is al weg. Oh, bye. Zo, jongens. Oh, man. Dat is toch wel even wat, zeg. Zo, Oh, mijn haar. Kijk nou, dit kan toch niet? Ik doe het weer op. Dit kan echt niet. Oeh, oké. Ah, gezellig dat jullie er allemaal weer bij waren, jongens. Echt leuk. En leuk dat Dylan ook een keer kon. Ik heb die gozer, denk ik, nou wel 20 keer gevraagd. Of nee, dat is niet waar. Oké, 10 keer gevraagd misschien. Ja, gezellig voor Boekie. Welkom. Roel zit er ook als het goed is nog steeds. Koptelefoon, kapsel, ja. Oh, man. Maar het was gelukt. We hebben allemaal leuk gespeeld. Ging goed. Alleen, nou ja, in het begin dus niet. Maar dat is niet zo erg. Ik zal even mijn game afsluiten. Die staat nog op de achtergrond aan. Oh, ik heb wel een droge keel. Ik moet volgende keer even wat water. Misschien moet ik toch maar eventjes die kanaalpunten gaan inzetten. Zodat je kan zeggen dat ik moet drinken. Oh, Meli zit er ook. En wat gezellig dat jullie allemaal meekijken. Yara, volg je me nu pas? Maar dat kan niet, hè? Volgende keer wel meteen. Belachelijk. Ik heb ook dorst. Ja, ik ben ook niet zo heel goed, hoor. Eén voor mezelf zorgen. Zeker niet als het om drinken gaat. Mijn mini-fridge is leeg. Ja, die moet ik eigenlijk ook hier neerzetten. Ik heb hem wel, maar hij staat op zolder. Want ik zit best wel vaak op zolder. En dan is het ook wel relaxed. Maar misschien dat het toch wel beter is als je het hier doet. 8,5k, wat, 8,5k kanaalpunten. Daar kan ik best wel veel van drinken, volgens mij. Oh, gezellig dat Meli mee aan het kijken was hier. Leuk. Ja, sorry, ik heb echt helemaal niet. Krijg je notificaties om de paar uur? Oeps, sorry. Ja, nee, ik heb echt helemaal niet in de chat kunnen kijken, want het is echt verschrikkelijk. Met water zeker, ja. Kan Kreetzik niet wat water meenemen voor je? Dat technisch gezien zou dat mogelijk zijn, maar of ze dat gaat doen, dat denk ik niet. Wat doe je op zolder dan? Stiekem Lego bouwen. Gewoon chillen. Hoeveel subs heb je nu? Oh, dat is een goede vraag, want jij hebt er echt vet veel weggegeven, hè, Ilona? Again. En ik zag nog wat mensen die subs hadden weggegeven. Echt super lief dat jullie dat elke keer doen. Ga het eens even opzoeken. Normaal gesproken heb ik daar mijn Thomas voor, maar die zit even niet op te letten, volgens mij. Wat is water? Ja, dat is dat spulletje wat je moeder altijd zegt dat je moet drinken, maar wat je zegt van ik vind het niet lekker. En dan zeggen ze altijd, ja, maar het smaakt nergens naar. En dan zeg je, ja, maar daarom vind ik het niet lekker. En dan zeggen ze, ja, maar hoe kan het nou? Want het smaakt nergens naar. En dan zeg je weer hetzelfde. En zo gaat het maar door. Oké, ik ging kijken. Wacht ervoor. Channel Analytics. Subscribers in totaal 43. Holy crap. Dat zijn er wel veel, jongens. Wat superleuk. Gezellig. Krijgen jullie een derde kind? Nee, rot op. Ik moet echt niet nog een kind. Ik ben zo blij met degene die we nu hebben. Zijn zo goed gelukt. Je moet stoppen op je hoogtepunt, zeggen ze dan. Weet je, dan zou je altijd zien dat je de derde dan echt helemaal verpest. Wat is Thomas aan het doen? Speerpunten maken? Huh? Zit je Rust te spelen of zo, Thomas? Ja, stop op je hoogtepunt. Als had ik er nog niet eens over nagedacht.
Ja, je moet, nee, je moet eigenlijk stoppen voor je hoogtepunt. Voor als je niet nog een derde kind wil. Oh, gelukkig Thomas, gelukkig. Hey, jij wil mij volgende keer vast wel even helpen met instellen van, wat, van dat soort commands, hè? Dat wil je wel. Oh, dat is goed. Tijd voor wat vloeistof. Wil je er gewoon drinken voor maken? Ik vind vloeistof... Ik weet niet, dat klinkt toch een beetje... En als Maris via een ongeluk zwanger wordt, ga je het dan wegdoen? Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Dan zeggen we altijd maar... Dan had het zo moeten zijn. Benzine, als je bent zo... Sorry, ik spuug er helemaal van. Dat is het punt. Oké, Thomas, sorry. Ik was even vergeten dat je een trollmot bent. maar we moeten wel even wat dingen gaan instellen. Want ze hebben echt allemaal superleuke ideeën. Maar ik heb geen idee. Ik weet ook niet wanneer ik het moet doen, jongens. Ik heb geen idee. Mensen blijven maar komen met opdrachten voor me. Ik weet het niet meer. Wie van jullie kan goed programmeren? Wie heeft er zin om voor mij te werken? Want ik wil gewoon dit doen, jongens. Ik wil gewoon video's maken. Oh. Nashby heeft allemaal subs weggegeven. Heeft hij ze zelf niet eens. Oh. Ik kan een beetje programmeren. Ja, dat weet ik, ja. Wat schaft het, creëer ik. Nou, dat kan leuk oplopen, vriend. Als je het me leert. Ja, nee, dat heb ik al een paar keer geprobeerd. Elke keer als ik het mensen probeer te leren, dan of ze doen er niks mee, of ze kunnen het zo goed dat ze vervolgens niet meer voor me willen werken. Nee, moet je nog beginnen, Jesse. Gozer, moet ik het even snel voor je maken? Dan kun je nog een potje meedoen. Maak ik het wel even. Ah, Margie, dat is lief. Toch stiekem Nashie een ding gegeven. Welk taaltje kan je verwachten? PHP is het meeste in Laravel. Of Laravel. 42 subs aan inkomsten. Wat schaft dat? Ja, iets van $3 per sub, denk ik, of zo. Nee, niet eens. $2. Ik denk $2 per sub, zoiets. Wil je het mij leren? Nee, daar ga ik echt niet aan beginnen, hoor. Je moet programmeren, moet je echt wel chill. Het zal wel chill zijn. Ja, ik doe het zo, hoor. Zeg maar. Ga ik mezelf nog meer werk geven, trouwens. Dat is echt niet slim. Maar nee, ik ga echt niemand meer leren programmeren. Dat is echt te veel... PHP verleer je niet. Maar hoe heet het? Laravel is wel even wat complexer. Het is niet meer dat gierige van vroeger. Oh, doei Isabelle, ga je er vandoor? Oh, je moet slapen. Vond het leuk en gezellig. Nou, gelukkig vond je het leuk. Ik wil wel voor je werken, maar ik weet niet eens hoe een tv aan moet. Nou, dan heb je toch wel een probleem. Je moet toch gewoon zo erop slaan en dan gaat het toch aan? Geen debat. Ik heb 2x42 toch maar. Dat is goed hoor, Dimo. Tijd voor wat vloeistof. Ja, maar... maar dan moet ik daarheen. Het is zo ver. Ik doe het zo wel als ik af heb gesloten. Ik denk dat Maris... Is Maris eigenlijk ook nog aan het streamen? Dat was bij de oude beeldbuizen. Oh, de boomer komt ook weer... Oh, sorry. Nou, ik zal je vertellen. Wij hadden op zolder nog een oude tv staan. En die staat er al best wel een tijdje. En die gebruiken we eigenlijk niet. Maar ja, ik vind dat dan toch zoiets van... Ja, ik weet niet of ik hem moet wegdoen. Ik wil hem ook niet weggeven, want het was echt te kak. Maar ik dacht dus laatst, ik ga hem gebruiken. Als ik had hem neergezet. En ineens springt er een kat bovenop. Dondert hij om. Hele scherm kapot. Gewoon echt zo'n dikke barst er gewoon in het scherm. Hij viel alleen maar om, jongens. Wat is dit troep? Dus inderdaad, geef maar niet een klap op je tv. Hij gaat het niet overleven. Oh, ze is net gestopt. Oké, nou dan komt ze zo naar boven. Maar waarschijnlijk moet ze dan eerst nog de titel aanpassen. En de beschrijving. En de... En al die andere saaie dingen.
Oké, Crea Dali. Dali. Ik moet gaan. Ja, ik las dat ook verkeerd, denk ik, Herfst. Hé, maar Danna, als wij zwanger zouden zijn, dan zouden we dat echt wel zeggen, hoor. Maar ik wil dat echt niet. Nee, weet je wat het is? Kijk, dit is onze slaapkamer. Dat is de slaapkamer van Mila. En daar hebben we de slaapkamer van Emily. En dan? Waar moet dat kind slapen? Dat kan toch niet? Dan moet ik verhuizen? Daar heb ik echt geen zin in, hoor, jongens. Ik wil dat niet. Nee, gaan we niet doen. Was er Rick imposter? Ja, nu ben ik het. Heb je het zien niet? Hé, maar Mikey, je moet wel echt naar bed, hoor. Thomas, ik kan het kind niet op zolder doen, want dat bewaar ik nog steeds voor jou, dat jij bij me komt wonen. En een extra kind betekent ook inderdaad geen streams meer, veel minder video's. Dat gaan we echt niet doen, jongens. Dat gaan we echt niet doen. Oh, dat moet je niet willen. Dan raakt Rick zijn merkje even kwijt. Ja, nee, inderdaad. Dat gaan we niet doen. Nee, echt. Nee. Maar waarom? Waar komt dat vandaan? Want in Dionne de chat zeiden ze dat ook. Wat is dat iets? Is dat de nieuwe stream meme? Want ik en poepluiers. Oh, hou alsjeblieft op, zeg. Oh, hoe lang is het? Pas 2:40 minuten. En hoe kan ik nu zo moe al zijn? Dat kwam echt uit het niets. Ja, nee, voor mij ook. Dat is een nieuwe trend. Oké, nou ja, prima. Je mag een petitie tekenen, Crea Cake. Maar ik denk niet dat het gaat werken. Je hebt toch nog een hele dag gewerkt? Ik heb deze hele dag gewerkt, ja. Ik heb zelfs allemaal mensen gebeld en opdrachten en schattingen gemaakt en weet ik het wat allemaal. Dat kan echt niet, hoor. No more kids, ja. Kijk maar eens, eigenlijk jouw streams ook. Of ooit. Nou, we kijken soms wel stukjes ervan terug. Dus als ik als er net een leuk stukje is geweest, dan kijken we dezelfde avond nog eventjes terug van hé, dat was wel grappig. Of, maar echt helemaal terugkijken, nee. Maar ik kijk haar streams ook niet helemaal terug. Tenzij ik ze ga editen. Wat misschien gaat gebeuren. Maar. Oh, trouwens. Hey. Ik heb één van de computers al in elkaar gezet. Want ik ging even testen om te kijken of ik dat op de stream kon doen. Maar dat ging niet echt goed. Ik kon het niet goed laten zien. En het was eigenlijk vet saai. En duurde mega lang. Ik moest best wel opletten. Dus kon ook niet kletsen. Dus dat gaan we niet doen. Bouwen in ieder geval op de stream. Ik denk dat ik wat kleine dingetjes doe. Maar ik heb er wel al eentje. Ik zit even te denken hoe ik jullie die kan laten zien. Of mijn kabeltje lang genoeg is. Even kijken, hoor. Nee, mijn kabeltje is denk ik net niet lang genoeg. Wanneer ga je live met Truus en Mitchell? Ik heb geen idee. Woensdag, denk ik, met Mitchell. Ik weet niet of Thomas er dan ook bij is. Waarschijnlijk wel, toch? Wel als ik hem vraag. Thomas, ben je er woensdag bij? Geen idee. Hé, hey, daar komt ze, hoor. Ik hoorde naar boven komen. Ja, ik wil de deur op slot doen, maar ik wil checken of die op slot zat. Maar niks leuk was. Oh, die zit in mijn jaszak waarschijnlijk. Oh, oké. Je hebt wel plek in de koelkast voor dat kind. Ik had de deur op slot voor dat ik eigenlijk begin te streamen, maar ik was het nog vergeten en ik kon het sleutel niet vinden. Ah, nou, we zijn er nog, hoor. We zitten nog steeds. Daar ben ik weer. Heb je drinken mee? Ja. Oh, mag ik wat drinken? Zou je dat voor mij willen vullen? Oh, oké. Okay. Het is toch gelukt, jongens. Ik zei dat het niet ging lukken. Weet ik niet. Wat gaan we doen? Satisfactory natuurlijk. Ja, iedereen vraagt het hier ook. Oh, vertel. Omdat ik zei dat ik een paspaar misschien. En toen zeiden mensen
mensen in de chat, hè, maar Maris die plast nooit. Oh, oké. Okay. Maar Maris is toch ook een mens, die moet toch ook een beetje plassen? Maar ik denk, want ik begon natuurlijk aan het einde van de stream alweer, toen zei ik wel, jongens, je moet echt nodig plassen. Ik moet nog steeds plassen, ik ben nog steeds niet geweest. En toen zei ik, daarom, want ik plas nooit. En nu moest ik in dus één keer want twee keer, want ik heb vet veel water gedronken vandaag. Ik moest echt super nodig. Mijn stoel is weer in beslag genomen door de kat. Hallo, stream van Rick. Vonden jullie het leuk? Ondanks alle glitches. Waarom heb ik eigenlijk nog steeds de koptelefoon op? Ja, dat doe ik ook altijd. Ja, maar... ja, omdat je dan niet ziet... Oh nee, ik weet het alweer. Ik zie het meteen toen ik hem afdeed. Ik wou net zeggen, omdat je dan dat niet hebt, zeg maar. Zo. Ja, precies. Anders heb je van die... dat je haar zo naar zit, zo, zeg maar. Ik zeg niet. Vandaar. We gaan jullie met de mensen waar jullie Among Us mee spelen ook ontmoeten als de ellende van corona voorbij is. Nou ja, dat is wel gezellig, denk ik. Lijkt mij dat ook leuk vinden. Ook toch, zijn gamers niet zo van mensen in real life ontmoeten, per se. Nee, dat is waar, maar het zou wel leuk zijn. Wie weet. Als ze het niet leuk vinden, dan is het ook... Dan zoeken we ze gewoon op. In je kapsel, ja. Ja. Sorry, ik was het alweer vergeten. Ja. Dank je voor het water, Crea, Rick en Elmaris. Oh, ik ben wel een beetje moe, hoor. Dat lijkt me wel leuk. Nou, kijk, Jessie gaat al... Hoi, Jessie. Ja, Meli was er ook. Oh, wat lief. Heeft ze nog heel wat mee zitten kijken. Oh, ja. Wel heel lief trouwens dat je weg wilde voor... Lief dat je weg wilde? Nou, ze was zelf ook moe, zei ze. Maar toch wel lief van haar. Dat ze dan gewoon wel weggaat. Omdat er dan iemand anders bij komt. En volgende keer doen we gewoon ine mine mutte. En dan... Net als een stek heel. Doen we gewoon random... random iemand eruit. Nou, soms hebben we echt avonden waarop we echt moeite hebben om heel veel mensen bij elkaar te krijgen. Ja. Maar nu met die avondklok wil iedereen meedoen. Klopt. Avondklok zal dat er voor gamestreams, toch? Dit was ook weer zoiets. Ik had natuurlijk gevraagd aan Dylan, heb je wat te doen morgenavond? Nee, oké. Toen de hele tijd niks. Toen, doe je mee dan met Among Us? De hele tijd niks. Ja, gezellig. Weer niks. Want ik zeg, heb je die mods? Niks. Dylan was druk. Sommige mensen werken gewoon overdag. Gewoon hard aan het werk. Dylan zat hard aan het werk. En toen ineens zat hij in de dingen. Ja, joh, ik mag meedoen. Ja. Ah, jij was toch prima zo. Was wel gezellig. Oh, Jessie, nee, dat was wel een grapje. Waarom deed hij die handjes bij Brandon? Volgens mij vindt hij iemand niet aardig. Ik ben net als Ross. Ik doe ze altijd verkeerd. Oh, nee, wat is het, Ross? Nee, wie doet dat? Joey of Ross? Die doet het verkeerd. Joey, toch? Die doet het altijd verkeerd. Maar die gebruikt het gewoon bij alles. Ja. Dat was het, ja. Dylan lekker passief. Ja. Het is echt een gesprek van drie regeltjes. Maar geef niet, hij was er. Dus, ja, lief dat hij meedeed. Iedereen lief dat hij meedeed. Hij denkt ook, dan ben ik er eindelijk een keer vanaf. Dan vragen ze me voorlopig niet meer. Nee, want ik zei, ja, Onne die doet mee. En toen was het ineens allemaal, oh, dan kom ik wel hoor. Ja, zegt Dionne. Ja, maar ik mag Dylan niet. Nee, nou ging ik hem ook meteen even aanpakken. Maar ja, dat kon niemand horen. Dat was een beetje jammer. Joey. Ja, wel Joey toch. Ja, Joey. Hey jongens. Ik denk dat we gaan afsluiten. Ja, ik moet ook plassen. Dus ik wil iedereen even bedanken voor het kijken natuurlijk. Ik wil Nashvi, Ilona en Margie bedanken voor alle het weggeven van allemaal weer subs. Dat is echt... Ja... Super lief. We zitten al op de 43 subscribers. Dat is nice. Netjes. En doe je daar dan ook iets speciaals voor die subscribers? Of subscriben ze gewoon maar voor pity? Ik bedoel voor pity? Nee, gewoon voor de coolness. Oh, oké. Okay. Ja, het is niet zelf wel... lid worden op YouTube. Jawel, nee, dat niet helemaal. Maar ze krijgen wel een extra emoticon, zeg maar. Emoji. Dat kun je allemaal instellen. Ze hebben wel meer rechten, zeg maar. In de ja, maar ik heb dat allemaal nog niet goed ingesteld. Dus iedereen doet het gewoon omdat ze het leuk vinden. Omdat ze ons, of in dit geval mij, willen supporten. Dus dat is echt super lief. Hey Thomas! Ik zie Thomas ook weer in de chat voorbij komen net. Dus, laten we zeggen... En Ilona, die herken ik ook. Dat is toch die ook onder de video reageerde die je net zei. Dat is toch die Ilona. Hoi Ilona! Ja, nu herken ik je hoor, van de cadeautjes. Ik zal het niet meer vergeten. Nou, ik vind het in ieder geval super lief. Jongens. Ja, plassen maar eens. Ja, thanks. Vergeet zeker niet eventjes me te volgen op Instagram. En op Discord eventjes te joinen. Want dan kun je... Hey! We krijgen stiekem voor... Stil! Sst! Is dat zo? Ja, nee. Nou, alles. Cover is blown. Laat maar, jongens. Hey, we gaan...
En iedereen die nog in de chat zit van de game, bedankt voor het meespelen. Jongens, later. Doei. Hey, ik heb nog steeds geen endscreen hier. Nee, bye. Oké, nou, ik doe gewoon be right back. Doei.